What's up, B-Brothers? Welkom terug bij een nieuwe livestream. Ik ben te laat, dus ik ga meteen face revealen. Gewoon meteen. Hi, how you doing? Hey, oké, ik join meteen even de rest. Ze gaan boos worden, let op. Hey. Wordt een vriendje, Becky of zo? Hey. De hele wereld is gek! Ja, ja, ja! Oh ja. Vriendjes. Hey. Oh ja! Toevallig kreeg ik vandaag een video in mijn recommended van Jetix. Oh, waarbij ze een compilatie hadden gemaakt met dingen. Oké, ze zijn niet boos op me, dat is mooi. Hey, goedenavond Jan, Britt, Lotte, Kinker, Tenuis, Sylvana. Wacht, je naam is heel donker, ik kan het niet zien. Rups? Te veel cat jams. Waarom kan ik het niet zien? Oh, Ruben. I got you, man. Rubus, welkom bij de stream. Jij was eerder bij de andere stream. Alright, epic. Debbie's, welkom. Iedereen welkom. Marijn, welkom. Hey, welkom. Een smeertje in TikTok. In TikTok. Ja, ik heb het gezien. Wel echt heel mooi dat je dat doet, though. Ja, platypus. Fucking mooi. Platypus. Hebben we een lobby? Ja, die zit altijd te chillen op de achtergrond bij mij op de camera. Hebben we een lobby? En wat gaan we eigenlijk doen, Rudy? Wat was je idee? Rudy. We wilden gewoon even... Waarom is het mijn idee? Oh, het was mijn idee. Rudy, wat was je idee, man? Nou, mijn idee... Momentje, ik pak hem er even bij. Willen jullie BSN en alles? Of gewoon... Zo'n heel plan. Oké, mijn BSN-nummer is K... Dat kan niet, ja. Als het K wordt. Oh, oeps. Oké, jongens. Ik dacht, weet je, bijna zijn de jolly days, toch? Nee. De wat? De jolly good old days. Nee. Jolly? Nee. De... Oh. Ik wilde gewoon leuke mods doen voor leuke video's. We willen geen leuke video's. Er zijn niet leuke video's, man. Ja. zijn voor de lol. Ik heb begrepen van mijn familie dat ik niet mag werken met kerst, dus dan moet ik nu live, weet je wel. Yikes. Wauw. Ja. Okay. Oh my god. Stream is niet werken. Kom. Waarom live stream je gewoon niet het kerstdiner? Ja, ik zit wel te overwegen om gewoon foto's te maken, man. Denk aan mijn carrière. Ja. Wie heeft je ouders mag zien, gast? Gewoon iedereen een GoPro'tje op het voorhoofd. Maar Rutte mag dat niet. Maar ik woon nog thuis, Link. Link, ik wil wel een Wie is de Imposter kersteditie eigenlijk, hè? Echt een kersteditie. Dus iedereen een kerstnummer maken, gewoon met van die belletjes en zo, nee. Van muziekjes. Oh, wat is Wie is de Imposter? Goed idee. Nee, Vint de Imposter. What the fuck is Vint de Imposter? Ja, dat is zelfs dat die Jimmy Neutron guy die Nina zei. Oké, ik maak wel een lobby aan. Het gaat veel te snel. Ja, je moet op de grappen zitten. Oh jongens, ik kan geen lobby aanmaken. Didos? Is het een Didos? Het moet wel. Nee, als ik op confirm druk, dan doet hij het niet. Oh, what the fuck, nu wel. Maar hey. Ja, komt omdat je in een ander land zit. Je woont toch in Friesland? Maar het is ook leuk om een lobby te maken, maar Johnny die van jou wel. Nee, ik maak wel even... Oh. Hoort Friesland eigenlijk officieel bij Noord-Amerika? Het continent, of niet? Ja. Of volgens mij wel. Het is IJsland. Wow. Nee, het is niet IJsland. Nee, het is bij IJsland. De Noordpool. Oh. Er zit nog wat tussen. Ja. Friesland, Noordpool is Friesland. Oh, wacht. Maar de Friesen hebben dat zo genoemd, zodat de vikingen er niet heen kwamen, toch? Want dan dachten ze dat het daar aan het Friesen was. Ja, maar Schiermonnikoog zit er nog tussen. Hè? Maar dat is Azië, toch? Schiermonnikoog. Ja. Ja, maar daar dachten ze dan dat de schiermonnik in het oogde. Ik weet het eigenlijk niet. De monniken kregen een schier in een oog. Definieer schier voor mij. Een schier is zo'n... Toplener. Zorg dat het heen en weer kan. Oké, ik heb een soort van lobby, maar ik moet nog even de settings zoeken. Wat nou als ze een champion maken in zo'n game en ze doen er zo'n harde G in. Gewoon van Gogelgogem, dat ze hem zo noemen. En dan al die analysts de definitie van schier. He's playing Gogelgogem. Gogelgogem. Het is gewoon Gogelgogem. Schier, 1, bedorven, 2, bijkant. 3, bijna. 4, bijwoord. 5, bijwoord van graad. Grauw, grijs, haast, lange krulpruik. Huh? Oh, ik hoor jullie nu ook hier. Chopt bij jullie af en toe de audio ook op Discord? Hallo? I don't know. Hoor je mij nu praten in de ding? Oh, in de ding? Oh, wacht. Ik heb Press to Talk, heb ik. Oh, damn. Ik heb ook allemaal van die gekke hackerman-icoontjes op mijn crewlink. Ik heb Push to Talk. Oh, nu zit ik erin volgens mij. Hallo? Hallo? Ik ben mezelf mute op Discord. Hoor jullie mij in-game, ja? Ja. Yeah, ik hoor Duncan. Alleen Duncan eigenlijk. Oké.
slash ja, game mode twins. Yes. Fuck. Kut, kut, ik kom kut. Er niet in. Oh, ik heb de code geleakt. Hallo. Wat Hallo? Was het, NA? Hallo? Hallo? Het is Skeld. Hey. Ja, oh. Skeld, joh. Het is op Skeld server. Je moet, als je Among Us hebt opgestart, moet je even dat Skeld bestandje installeren. Dat heb ik gedaan volgens mij. Even kijken. Dan, als het goed is, staat er dan rechtsonder in mijn server Skeld net. Maar dat is alleen wanneer je hem als je hem helemaal vervangt weer, zeg maar, dan is het weer gewoon weg. Dus dan moet je dat opnieuw doen. Oh, je moet het telkens launchen zo. Moet ik dan eerst die Skeld launch doen of eerst de game? Je kan de game volgens mij launchen en dan open je dat Skeld bestandje en dan start hij hem opnieuw op, zeg maar. Dan patcht hij hem in zekere zin. Oké, okay. Oh ja, ik zie het. What the Thanks. Fuck is dat? Ik zat al, waar de fuck is de game? Ja, you got it, man, you got it. Hey, ik word ook ouder, hè? Ja, allemaal gewoon langzaamaan steady een dagje, hè? Gewoon lekker een dagje ouder. Het is wel Gelukkig stil wel. Nu, iedereen gewoon natuurlijk lekker maar proximity chat aan het doen is. Ik join ook. Oké. Okay. Iedereen zit erin in ieder geval. Dat is mooi. Ik ga nou weer even cool linken. Hallo, hallo. Hey. Oh, fuck. Chat, wacht even. Hey. Maar ik heb een paar rode gozer. Ik zie heel veel rode bolletjes. Ik hoor alleen Duncan nog. Maar ik doe Ctrl-R even. Hey. Hey, je werkt Skeld nou al, want ik praat, maar niemand reageert. Kan niemand mij überhaupt horen ook? Zitten jullie op de juiste voice server? Mijn crewlink is echt fucking weird champ aan het doen. Ik hoorde alleen Rudy, maar Rudy reageert nou gewoon niet meer. Oh. Er is ook maar één iemand, volgens mij. Moeten we naar dat IP? Goddammit. Fuck, wacht. Oké. Zitten we nog op die voice server van Bintje? Volgens mij wel. Ja. Yep. Houden we dat vol, of we kunnen die allemaal joinen, toch? Ja, dat kan. Oké. Okay. Ja, ik hoor eigenlijk alleen Duncan, volgens mij. ik zit in Discord nu. Oh. Ja. Maar net ook in CrewLink, hoorde ik je. Klopt. Wat? Moeten we naar een andere voice server toe? I guess. Ik weet niet waar iedereen op speelt, want de laatste keer zaten we op deze server. Die is van... We moeten blijkbaar naar een andere voice server toe, boys. Ik moet hem even starten. Zal ik de game gewoon starten, anders gaat de lobby weg. Ja, Erwin, probeer het even uit te leggen met die server van Bintje. Oh. Ik start hem gewoon, want... Anders vergaat de server de lobby. Waarom start je de game? Anders vergaat de lobby weg. We zitten niet op dezelfde voice server. Oh. Volgens mij. Nou, ik ben imposter. Dit is mijn enige imposter game die ik ooit ga krijgen waarschijnlijk de hele avond. Heel treurig. Ja maar... Hallo, we moeten naar die andere server, toch? Hallo, wie hoort mij? Ik hoor jou. Oké. Wow. Waarom zijn we gestart? Ja, anders ging die lobby weg. Ook geen zin in. Au, je bent zo luid. Ik zie twee van mezelf. Ik snap er niks van. Ik moet niet luid te zijn. Ik zie iedereen dubbel. Ja, we doen... Dat is een bot. Wat? Ik heb... Oh. Wie is... Hallo? Ja. Wie is die ander dan? Hallo? Wie is John en Oké, bij mij werkt niks. Welke server zitten we? Dat ik dat ook zie. Die Rudy stuurde. Dat is echt heel raar. Zet ik in, maar dit niet. Nou, ik hoor alleen Ryan en Jeremy. Oké, ik ga pas. Dat is echt kut. Ik hoor dus alleen John en Nina en Link en Duncan volgens mij. Hallo? Hallo. Het is super krom, chat. Het is echt super krom, want de helft is gemute. De ene helft hoort de andere via CrewLink, de andere hoort via Discord, de andere hoort weer die andere via CrewLink. Het is heel kut. Plaatsen. Ja. In mijn Skelp-net. Oh, niet in CrewLink. Oh, dat bedoel ik, sorry. Ja, oké. Okay. Ja, daar staat hij in. Daar heb ik hem gewoon ingezet. Ik denk al, Maar als we nou eens even allemaal unmuten, dan kunnen we dit even fixen in plaats van dat iedereen de helft maar hoort. Ja, dat is echt niet handig. Ik hoor niemand. Hè? Ik hoor echt gewoon niemand. Gewoon. Er zijn mensen met problemen. We wisselen de hele tijd tussen wie wat hoort en wie niet. Joost, niet liever. Jawel, het probleem is, omdat je die mirror hebt opgezegd, kan ik ook niet zien wie ik wel kan horen en wie niet, omdat iedereen de fucking zelfde naam heeft. Ja, maar niet in CrewLink, toch? Jawel, ook in CrewLink. Oh, CrewLink heb ik dat niet. Hij pakt een naam op van de game. Dus ik had twee Joosten, twee Rudy's, twee Shanna's. Ja, maar Joost, waarom lief je jij imposter vriend van mij? Omdat we niet kunnen spelen nu. Nee, we moeten alleen even de audio fixen. Alleen als iedereen muted blijft, kunnen we het niet fixen. Nee. Moet ik gewoon CrewLink opnieuw opstarten of de hele game? Hey, nu hoor ik je wel. Hallo. Hoor ik je? Succes met fixen. Hallo? Ja, wat moeten we nou doen? We hebben een leider nodig, jongens.
Ja, je hebt maar, okay. Je hebt dat linkje wat Rudy stuurde. Dan moet je in je crew link, bij dat tandwieltje, moet je die invullen. Dat werkt bij mij niet. Dat werkt bij mij niet. Heb je het goed overgekopieerd? I mean, ik heb hem goed overgekopieerd. Have you tried turning on and off again? HTTP. Mijn slash op het einde. Altijd op je shortcut. Gecontrol-R. Ik zit letterlijk in diezelfde. Nou, ik zie je niet zitten. Ja, maar... Oh, nou, dat vind ik jammer om te horen. Ik zie alleen Wouter erin zitten. Oké, ik zie ook alleen Rudy. Ik ben er nu, of zo. Oh, zitten we nog wel in dezelfde lobby? Is het met die punt? Nee. Ja, ik heb dezelfde code. Het is dezelfde lobby wel, oké. Ik kan praten met Rudy en met Wouter. Hallo, hey Joost. Hallo. Hey. Ik kan ook mee praten. Oké, cool. Wat leuk, ik hoor jullie allemaal. Je moet letterlijk dat linkje overtypen. Ik heb weer gemute. Kopiëren, plakken, ja, bij mij kopiëren plakken werkt het gewoon. Siri, kan je... Oh. Hallo? Luister, ik kon net met Henryland praten toen ik in de standaard default lobby zat van... Ik hoor... Oh, wacht. Hallo? Ja, de skills zeker wel. Henryland. Oké, cool. Ja. Je moet even... Ik kon net met jou praten. Ik hoor iemand... We zijn het aan het fixen, chat. We zijn het aan het fixen. RV, hi, welkom. Ik ben overwoord en kapot. Dat is klote, man. Ga slapen. Oké, sorry. We zijn dus even je dingen aan het oplossen. Even kijken, wat is allemaal gebeurd? Goud. Wow, wacht, hold up. Wat gebeurt er allemaal? 100 bits. Zullen we zout snuiven? Alice, nee. Thanks voor 100. Goudvis met de 10 euro. Rosalie Singh met de nieuwe sub. Thanks. Marley met de nieuwe sub. 2 maanden. Thanks. Thanks iedereen. Hey, je bent mijn laatste hoop om mijn dag iets beter te maken. No pressure. Oh, that's pressure. Thanks voor de 100 bits. Thanks voor de 1000, Twan. Thanks. Stop even met al die... God. Jantje met 5 subgiffies. Aan Rasin, Giel, Hawk, Reem, Babu, Juan, Maffebende, Zolt, Scroll en Credo met de Twitch sub. Ik doe mijn best. Een different style heeft een subgiffie van Twan95. Nou moet ik even de mensen helpen. Thanks voor alles. Thanks voor 1000 bits. Thanks. Yes, moet hij erbij of niet? Ja. Oké, noem een liedje. Ja. Het is een dubbele punt. Het is een dubbele punt. Iedereen praat ook. Hi. Dus, Microsoftserver.group.com. Dubbele punt. 97. Bla bla bla. Slash. Dat zou een leuk nummer. Moet er een slash aan het einde komen? Ja. Soundchecken. Je moet dat hele linkje gewoon kopiëren plakken. Gewoon alles wat er staat. Ja, maar er staat geen slash in dat linkje. Jawel, want het zijn er 3 in totaal. Ja, ik hoor nu gewoon... 3 slashes. Shanna, Erwin... Nee, dat bedoel ik niet. En mij. Wouter. Zeg maar... Wouter. Wat is dat IP? Reinhold, ik heb... Is dat nou weer een andere voice? Wat? Wat is dat IP? Ja, kom bij dat IP. Die moest erin doen. Waar staat het anders? Wat Rudy heeft gestuurd, en hij is toch algemeen? Is juist een IP gestuurd of zo? Ja, dat komt wel skeld. We zitten op hun servers. Rudy gestuurd in algemeen. Je gaat naar dat tandwieltje, en dan ga je naar voice-server, en dan doe je... We almost got him, boys. Ik begrijp het niet. Zeg Ryan niet of niet, want ik hoor hem niet. Gewoon die hele link is het IP. Ja, ik drukte daarop. Oh, je klikt op dat linkje. Die link is het IP. Je moet niet op dat linkje klikken. Maar ik heb het gevoel... Wacht, Rudy, kan jij mij horen? Ik kan jou horen, Erwin. Dus okay, met wie ben je aan het maar praten? Of ik jou wil horen? Grapje. Oh, ik praat met Joost en Jeremy. Pet moet inderdaad weg. Okay, waarom kan ik Joost niet horen? Pet weg, oké. Okay. Dus Ctrl R. Ja, dan hebben we geen dubbele pet. Ah, oh, check. Dat zegt mijn chat. Ctrl R op de crewlink misschien. Mijn chat is wel gelijk. Maar, want ik hoor jou wel via de crewlink. Ik hoor Dunker via de crewlink. Hallo? Ik kom er niet ergens in of zo. Waar zou ik in moeten komen dan? Zijn ze... Je bent wel zachtjes bij mij. Dan zou je in onze lobby moeten komen om te praten. Oh, wacht. Als je ook in letterlijk ja, in hij zit nog niet in de game. Oh, wacht. Misschien hoor ik ze via Discord. Ik hoor hun heel zacht. Ja, ik hoor Link via Discord, ja. Misschien zijn ze muted, dat zou kunnen. Ja, misschien zijn ze deafened, dat zou kunnen. Wat is er? Hey, Wouter! Hey! Denk ik in ieder geval. Joost, ben je hier? Of is hij gewoon een praten? Hoor je de rest? Als het goed is werkt iedereen, ja, toch? Oh, Joost, hallo? Ik hoor je. Hallo? Ja, ik was gedefend in crewling. Hallo? 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 Dat explains a lot. Oké. Joost, even nog één dingetje. Je pets uitzetten. Oh, ja. Pets uitzetten? Wat? Nee, wacht, maakt het uit. Oh, ja, sorry, ik moet even mijn game laten zien. Ryan. It works. Henryland. Ryan. Henryland. Wacht. Mag deze pet wel? Mag deze pet wel? Ja, hij heeft ze grappig wel aanstaan. Mag die ook? Ja, ja. Het is met grappig. Zijn de settings goed? Even kijken, volgens mij wel, hè? Ik heb voting time iets over. Joost, doe je vleespet op. Waarom horen we Henryland? Henryland, Ctrl R. Zo dan. Joost heeft zijn vleespet, mag dat ook, jongens? Goddammit.
Kan je ook muten en de rest nog wel horen? Of alleen iedereen muten? Nee. Ik kan alleen iedereen. Kan alleen alles, ja. Oké. Oh, wacht. Moet je je pet of je head uitzetten? Welke was het Je pet. Ja, zonder pet. Kunnen we nog één korte uitleg? De settings staan goed, toch? Oké, jongens, welkom bij de Twinsmod. Wat dit inhoudt is dat iedereen dadelijk een tweeling heeft. Je weet alleen niet wie. Je kan het spoilen of niet. Maar het kan zijn dat jouw skin dadelijk hetzelfde is als die van Joost. Of die van Rudy, of... Je bent zo luid. Nee, dat is normaal. Ik sta normaal. Je bent in vergelijking met de rest echt ook al luid. Nee, ik ben wel luid. Ja, dat is wel waar. Ja, je bent een luide man. Maar mijn mic-volume is hetzelfde. Oh, moet ik hem ook zacht zetten? Gewoon je mic in vergelijking met de rest zijn jullie wel veel luider. Ja, ik vind de rest zacht. Dat is het vooral. Ben ik nu op... Oké, we beginnen. Let's go! Ik voel hem zachter. Yeah. Kom even hier! Ik voel hem wel. Ik ben hier niet klaar voor. Ik ook niet. En we did it, boys. Is dit we did it. Quickest that victory ever. Ja. Dat was mijn snelste victory ooit. Dit was heel vet. Nou, ik heb de eerste opname. Ik was imposter, by the way, dus dat was mijn snelste win ooit. Ik ben set voor vanavond. Thanks voor de content. Toilet bier. Hey, ik was imposter, hè. Dit is je thumbnail al af. Echt? Quickest win I've ever had. Dat is de echte vraag. Oké. Dus... In ieder geval, wat we hebben nodig hebben, is een nieuwe code. Je hebt wel een mooi outfitje gegeven, toch, Joost? Jij hebt mij helemaal geen outfitje gegeven. Ik vroeg net voor de mensen die zeg maar wel eens meespelen. Ja, kijk, als ik nu mijn mic hier doe, dan ben ik... Ik kan ook zo gaan praten, maar ik weet niet... Dat ben ik vergeten. Klink ik echt zo hard of is iedereen zo zacht? Nou, je hebt gewoon een hele mannelijke keelpijp. Lekker bezig, hè? Ja. Keelpijp. Ja. Dat heet gewoon een slokdarm, toch? hele mannelijke keelpijp en oorgaten. Nee, maar gewoon zo'n lekker roze... Ik heb wel mannelijke oorgaten. Kijk nou naar die oorgaten. Ja, kijk dan, joh. Mannelijke en vrouwelijke oorgaten. Je kan mijn hersenen zien. Nee, joh, wacht even. Zo'n Jimmy Neutron hersenen zoom. Ja, dat is zuur, hè? Mannelijk oorgat. Ja. Is iedereen nou weer... Wat, moeten we een nieuwe lobby? Nee, toch? Weet ik niet. Ik ga ze gewoon bamboezelen en dezelfde code pasten. Kijken of ze erin trappen. Sowieso. Oh. Dezelfde code werkt toch gewoon? Ja. We zitten er toch in, toch? Ja. We zitten hier te wachten, jullie maar niet komen hier. Ja, hij was gecrashed. Ik dacht, nou, een nieuwe code. Ik kon niet joinen met die code. Dat was het. Ja, nou, maar je bent er nog, toch? We gaan het zien, joh. Hij was imposter, dus hij wil het nog een keer proberen. Ik ben twee keer imposter al geweest, maar allebei... Ik heb mijn outfit veranderd, dus ik word nooit meer imposter waarschijnlijk. Nee, maar je hebt dadelijk dezelfde outfit als ik. FYI, Rudy, je kan zelf de imposters instellen met scalpen. Wat, echt? Is dat zo? Nee, ik mag... Oh, oh my god. Jongens, ik ben de host, trust me. Trust me. Oh god. Zo. Hi. Hallo daar. Hey, kijk. Hallo daar, coders. We gaan gezellig. Je kan ook kunnen spelen met die chat van Vol van Skeld, zie je dat? Hallo. Ah, wacht even. Zie dat? Als je dat heeft dat er proximity chat is available at blablabla. Hey, maar oh ja, die, stond er inderdaad. Heeft even ready? Twin mod wel zin met proximity chat? Want als je dan Henry ziet lopen en het is Henry niet, dan hoor je toch gewoon Joost de kill. Ja, maar dan is het aan jou of je backhoudt of niet. Henry, niet praten. Mute voor altijd. Blijf weg bij mijn oorgaten, de hele game. Kijk of het werkt. Oh, het werkt. Please oh work. My god. Jongens, opnieuw. Eentje maar. Oh shit, ik heb... Huh? Maar ik heb twee ingesteld. Oh, ja. Misschien dat de... Hier is de andere Wout. Oh, ja, misschien is... Oh, shit. Oh, hoe werkt dit, joh? Gaan we in duo's, of wat is dit? Je mag jezelf weten hoe je gaat. Hey, Wouter. Hey, welkom. Hey. Hey, welkom. Hey. Waarom... Hey, Rudy Siri. Hey, welkom. Mijn Joost kan niet praten. Ik vind het heel vervelend. Thanks for the bitches. Ja, weet ik veel. Mijn Joost praat niet. In één keer, deze baby! Joost, deze Joost wel, maar mijn Joost praat niet en die is ergens anders. Erwin, electrical kind of sus. Hey, welkom. Deze sier klinkt raar. Wie is er grappig? Wie is in ieder geval grappig? Ik bedoel... Hey, Joost. Hey Joost, welkom. Wacht, dit is andere Joost. Is het Siri, jullie? Dit... Nee, ik ben Siri, welkom. Oh mijn god, waarom word jij ook wel... Joost 2, waarom praat je niet tegen me? Dat hoort hallo, je niet. Hallo, ik ben Siri, hallo! Hallo!
Fucking lame dit. Oh, wat kut. Ah, ah. Hey! Hallo. Hey Ryan! Hallo. Hey, welkom. Hallo. Hey boy, hi Andrew. Oh, fuck. Ah. Het had niet beter gekunnen. Kut, nou weet iedereen dat ik Siri ben. Oh no, we got exposed. Door mezelf. Door mijn mannelijke keelpijp. Oh, heb ik net even lekker download gedaan hier in cafeteria, jongen. Ik ga nu even uploaden. Oh, hey, welkom. Lekker, lekker. Welk is het echt? Dit is de neppe Siri, steek hem neer. Hé, hey, even serieus. Is er al een kill gekomen? Of ik ben Wouter, ik ben Wouter. Blablabla. Hey. Hey, Wouter. Oh, ik kan iedereen gewoon nog zien. Oh, oeps. Kan nu niemand meer horen. Ja, dus. Oh. Badass en Shields. Volgens mij was het die Siri die zo raar praatte. Ja, dat nee, helemaal niet. Ja, maar welke van de twee? Ik vond ze allebei een beetje raar. Nee, ik voel me ook meteen aangesproken. Ja, ik hoorde dit is zo'n Limburgse. Ik ben zo confused. Ik ben... kan komen. Ja? Maar het was Henry Land met de soundboard. Kut, maar welke Henry Land is dat? Maar welke is dat? Ja, dat is de vraag. We hebben de real Henry Land en we hebben de fake Henry Land met de soundboard met Henry Land die hallo zegt. Oh nee. The real Henry Land, please stand up. Help. 50-50, ja, we spelen het spel 50-50. Snel stem. Ik heb een oplossing. Henry Land. Nee, ik heb een oplossing. Ik heb een oplossing. Als, welke Henry Land had de soundboard? Is dat de echte of de neppe? Ja, dat is Link natuurlijk. Oh, oké. Dus echte Ryan. Echte Ryan. Kan jij even op iemand stemmen? Nee, dan gaan ze natuurlijk allebei doen. Ja, gaan ze allebei doen. Nee, dat is Link. Okay, dat is Link. Stem hem uit. Het is de bovenste. Nee, ik zie hem, ik zie hem. Het is de bovenste. Oh, en Nen was gewoon niet. Nee, joh. Het was de bovenste. Ik zei het, dit is de bovenste. Tuurlijk gaat Link snel voten. Oh, wat? Wat? Oh, sick. Oké, dit was funny, maar de settings waren helemaal scuffed. Maar de... ja. Hey, jongens. Ik heb mijn eigen soundboard gewoon gebruikt. Ja, hoe de fuck? Ik heb mezelf als soundboard gebruikt. Genius. Oké. Oh, ik vind heel mooi dit. Hey, wie was net Joost 2 en kon niet praten? Dat is fucking annoying. We moeten even een nieuwe lobby maken. Ik was Joost 2. Hoe dacht je niet, Shanna? Host 2 op de skelt. Boom. Oké. Okay. Nieuwe code. Pam 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 pam. Hey daar, Woody. Hey, Erwin, je bent een beetje zachtjes, vind ik. Sick. Ja, nieuwe lobby. Ik kan me gewoon even in mijn middel grappen. Mijn hele ziel is zachtjes. Ik heb nu 2 imposters, want die was waarschijnlijk gereset met de Switch ofzo. Ja, dat is wel leuker. Voting time. Dat, discussion time. Ik heb gewoon recht voor mijn neus gekilled, dat was niet zo moeilijk. Ja. Oeps. Ik denk wel dat het wel belangrijk is met... Ja. Had jij nou een hallo van jezelf? Ik heb een hallo van mezelf zojuist opgenomen. Nice. Kan ik via mijn GoXLR kan ik zo een ding inspreken en dan herhalen. Link was. Damn. Wauw. Jongens, ik denk wel dat het belangrijk is dat we niet door elkaar heen praten, want het is echt heel kut met volume en zo nu. Ja, nee, we gaan het wel eens, sorry. Nee, dat maakt niet uit, maar... Hebben we idee trouwens of niet? Nee, ja, we hebben 10-10. Volgens mij staan de settings goed, toch? Ja. Kan iemand de double checken? Er staan maar 1 imposter. 1 imposter. Één imposter. En hij stond net nog op 2. Kutzooi. Nee, net was hij ook 1. Wel, Ryan eruit was het klaar. Nee, ik bedoel, toen ik de lobby maakte, stond er 2. Kan je niet via comments ik was hier imposter. In de imposters veranderen? Misschien kan dat wel, ja. Is het impostor of imposter? Impostor. Impostor. Ja, het is niet echt een command voor imposter hoeveelheid. Ik heb het idee dat ik de settings gewoon niet aan kan passen ofzo, omdat hij dan met de game mode matcht. Het is imposters met een S. Player speed kill cooldown. Oh ja, slash imposters. Het is impostas. Ja, impasta. Oh ja, set imposters to 2. Oké, we got him. Oké, zet imposter naar 5. Is het Grieks is het in 9. Nee. Oké. Crewmate. Als het goed is staat het goed, toch? Als je 9 hebt, dan heb je een 4. Voor jou meer Only the host can change. I'm the host, bitch. Ik wil kijken of dat werkt. Oké, gaan we. Hey, Rudy. Hey. Hey, Jonas.
Waarom heb je hier Rudy! Jonas! Ik wil een stukje fly! Lekker fly! Oh, lekker! 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 Oh, lekker! Wacht! Lekker! Lekker! Hé, lekker! Ik ben Siri, lekker! Oh! Oh, ik ben Siri, lekker! Oh, stukje fly! Oh, lekker bekje koffie! Oh, lekker! Oh, lekker! Ik ben Siri, ik kom uit Limburg! Oh, visual task! Oh! Oh, lekker, ik koop een motor in de bureau. Is dit de echte Wouter? Want hij had een visual task, dat is niet de bedoeling. Ja, hij had inderdaad een visual task. Wouter? Ik weet nu dat hij Wouter, jij bent voor de rest van de game lekker, oké? Okay? Lekker, Wouter. Wie is dit? Waarom praat je niet? Lekker. Oh, lekker, waar is het, Shanna? Ja, Shanna die praat niet, ik weet ook niet waarom. Lekker. Oh, lekker. Oké, okay, lekker. Wat is dit? Hallo? Oh, ik moet hier een task doen, lekker. Oh, ik ga even op de camera's kijken. Oh, Wouter komt eraan. Ja, ik ben op zoek naar mezelf. Oh, Wouter, ik heb je ware zelf gevonden. Oh. Echt? Waar dan? Ja, ze is hier. Ik heb een jugge de... Oh, hè? Oh, oh, lekker. Dat is een mooie plek om te... Oh, lekker! Oh, nee. Nee! Oh, nee! We zijn allebei dood! Het waren Link en Wouter! Hoe kut is dit? Hoe ja, kut is dit? Heel kut. Twee Rudy's. Zeg dit aanzicht hier ook, joh. Dit, Joost, dit is niet lekker. Dit is een thumbnail. Dit is niet... Ja, wauw, kun je boven oefenen? Ja, zo. Nee, iets hoger nog, iets hoger nog. Weet je wel? Ja. Dit is een thumbnail. Dit is hem. We got him, boys. Dit is video 1. We got him. Dit is video 1. Oh, nee, joh. Ook gewoon... Wouter. Ja. Oh. Oh, ik defende per ongeluk. Hi. Ik ga tekst doen. Ik spreek je later. Ja, ik ga met je mee, man. Maar dan weg. Doei. Nee, bij Kems. Ze gaan nu pas naar Kems toe. Oh, ik ben benieuwd. Hoe groot is die kans dat wij daar dood gingen? Oké. Okay. Ze lopen niet goed. Oh, nee. Nee, het zijn ook alle... Het zijn beide Jeremy's ook echt. Oh, ja, het zijn beide Jeremy's. Ze staan in elkaar. Dat is zo slim. Dat moeten we ook doen, Rudy. Oh, ja, hadden we moeten doen, maar dan waren we ons nog allebei dood. Hallo. Ja, je hebt gelijk. Kijk op de camera's, hoor. Oh, Link loopt er. Oh, goed. Was het de echte Link en de echte Wouter? Ja, hè? Ja, wel de echte Wouter, maar ik weet niet of de echte Link was. God damn. Is het Link? Het was de nep-Link. Het was de nep-Link. Jongens, de nep-Link. Ik zei dat Siri mierentietjes had en toen werd ze boos te killen. Maar Siri is zeker een Link tijd, of niet? Ja. Maar waarom zeg je dan ook gewoon mierentietjes? Dit is toch leuk. Maar hoe komt dat in je hoofd op, zeg maar? Dat vraag ik me af. Ik ben heel creatief, oké? Ja, dat klinkt wel creatief. Ik ga even mijn task ophalen, jongens. Oké, jongens, mierentietjes. Now we know. Now we finally know. Tot ik geïrriteerd word van mijn muurstreaks, wat? Ik mis dingen. Boep, 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 boep. Hey chat, leuk dat jullie kijken trouwens naar mijn livestream. Oh nee. Oké, nou. Zo. Ik en Shanna Nina hebben samen het lichaam gevonden buiten Electrical. I think that's the real Shanna Nina. Oké, dus Siri en Shanna zijn hetzelfde. Ja. Nou. Alle Rudy's zijn dood! Alle Rudy's zijn neer! Joost. Joost. Ja. Het is wel slim om Rudy eerst te killen, hè? Ja, dat klopt. Ik was eigenlijk gewoon doomed from the start. Ja, je moest geen Rudy worden. Oké. Die opmerking was wel mooi. Ik was met Wouter. Shanna en Siri zijn Shanna. Ik was bij Wouters. Ik denk dus dat het de andere linktrekker is. Ja, Duncan is het toch? Ik zag op camera Shanna en Nina. Nee, die was bij ons, bij Wouters. Nee, ja, we waren in auto. Wouter is het niet. Dit is hoe Wouter klinkt. Ja man, linktrekker en Wouter van elkaar. Volgens mij is Shanna en Nina naar de auto. Ik heb die andere auto gedaan. Ja, precies. En Shanna, doe jij die andere? Dus... Wij waren met z'n drieën. Waar vonden jullie dit lichaam? Goed. Ga je lekker. Oh, het is nu al voorbij. Dit moet een hete daadje zijn. Het is sowieso Erwin. Maar ik weet niet wie Erwin is. Ik wil net zeggen, waar is Erwin? Ik heb de verkeerde Shanna gestemd. Er zijn geen Erwins in deze game. Dat is gewoon heel sus. Maar wij zijn het niet. Nee, maar de Wouters ook niet. Wout. Nou. Wat fijn. Tim, snap je er niks van? Hoezo niet? We hebben gewoon allemaal een tweeling nu. Dat is het ding. Heeft het echt zin om taken te doen nu nog? I don't even know. I don't even know. Chat, ik ga water drinken. En Joost zoeken. Lekker.
Toen, 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 toen. Had ik deze niet al gedaan? Oh nee, dat had ik als Siri gedaan. Oh, in één keer. Oh, lekker. Jongens, lekker. Ik deed hem in één keer. Oh, lekker. Wat goed voor jou. Ja, dankjewel. Oh, lekker. Zullen we een keer op vakantie naar Limburg? Oh, lekker. Maar daar wonen we al, Rudy. Oh ja, tuurlijk. Hallo. Ik kom even uploaden terwijl ik in je nek hijg. Ik moet ook uploaden terwijl ik in je nek hijg. Twee Rudy's in je nek. Ik heb gewoon liever twee Rudy's op mijn pik. Oké, en dan maar de hier. We zijn nu allemaal hier. Moet ik dan hier gaan staan? Zie je het nu hier? Zie je ons nu? Ja. Wat is hier gaande? Oh my god! Ga maar, ik hou het. Nee! Wat is hier gaande? Altijd een Wouter. Oh god, Wouter, you're doomed. Wouter, no. Oh, we lopen in één keer door. Turn back. Ja, dan. Oké. Ik doe deze team. Oh nee. Voor altijd. Oh no, they're about to die. Samen. Hey, andere Sean en Nina. Oh! Oh no, you were doomed. Dit is niet hoe Wouter klinkt. Nee. Ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij perfect. Is hier een lijn. Oh nee. Perfect. Oh nee, oh nee, oh nee. Fucking Duncan. Oh, ja, ik zag het op camera's gebeuren. Oké, dat is goed. Zijn Wouter en Link. Wouter en Link. Wat verdacht. Het zijn Wouter en Link. Wat verdikkie. Waarom doet fucking Mickey Mouse mee? Ik heb helemaal niet Wouter en Link. Oké, de twee Jeremy's gaan nu stemmen op Link. Link. Nah. Nee, maar dit is overduidelijk. Nah, ja. Zo, Shanna, je stem. Ja, wat is er gebeurd met je stem, Shanna? Wow, ben ik... Wat? Maar, ja, Link en Wouter, die waren dus als enige bij O2. En Jer, of een van de Jeremy's, was dus bij camera's. En die is daar ook gebleven. Jij dwaas. Het waren beide Jeremy's op één stapel. Maar op welke Jer moet ik nu stemmen? Niet op de Jer, nee, je moet op Link. Nee, je moet op Shanna. Die wilden we net al eruit legit foten. In de war. Die wilden we net al eruit foten. Jeremy en Jeremy hebben gestemd op de nep Link. Ik heb gestemd op Shanna, want die wilden we net al eruit foten en dat ging mis. Dat is de waarheid. De verkeerde stuurder. Leugens. Leugens. Oh my god. Yes. Oeh, Peter. Yes. Rip Link. Zo, Link is echt slecht. Jammer. Ja, Shanna's stem is in één keer een stuk lager. Link, je was imposter. Hallo. Oh, dat is ze weer. Ik was imposter. Link, je was gewoon imposter, joh. Kom hier, ja, ik heb een video. Wouter is echt heel luid in verhouding. Hallo? Geen Wouter. Ik ben Siri. Hallo? Ik ben bang dat het alleen maar gekke stemmetjes wordt tot het einde nu. Ja, ik weet het bijna zeker. Wouter is voor mij trouwens echt 2 keer zo hard als de rest. Ja, Wouter heeft namelijk... Jij en Wouter zijn bij ons het luidst. Oh, maar ik ben meer duidelijk luid, toch? Nee, je bent ongeveer even luid als Wouter. Oh, ja, jullie zijn zacht. Mwah. Ik ga even lights doen. Wie is de licht aan het saboteren? Ik was bezig met lights. En toen kwam Erwin. Kijk, goed zo. Goed dat de Jeremy over zijn. De Jeremy's domineren. De Jeremy. Samen kunnen wij het kwaad verslaan. Tel het maar af, kaptein. Ja, Jer en ik die stonden daar allebei. En toen zagen we Jer en Jer kilde. Ah, daarom. Kapitein, wij hebben dit schip gered. Let's go! Daar gaan we. Oh nee. Ja, maar op wie moet ik nu stemmen? Jeremy mag wel kiezen. Of niet. Nee, ik vind die linker wel verdacht. Ik denk dat het echt de Jer is. Heel lang halen. Rood! Rip! Hoe hadden jullie het op camera's gezien nou? Deze mod is echt geweldig. Het was op camera's. Ja, maar de kill was letterlijk op O2. Het is altijd de Jer Army. We did it, boys. Hoe zagen jullie dat op cam? Ja, er is er toch geen cam op O2? De looproute wel. In O2, echt letterlijk in O2. De looproute wel. Ben je naar de navigation gelopen? Wouter. Ja. Ja, dan heeft hij van de kill af zien lopen, want er was een double kill. Ik vond het wel mooi. Ik en Rudy waren altijd Rudy en toen werden we allebei gekilled. Ja. Twee dode Rudy's naast elkaar. Zag er heel erg set uit.
Ben je beter dan één dode Rudy? Twee dode Rudy's. Nee, je weet wat ze zeggen, Rudy had als eerste killen. En die ik was gewoon verdoemd aan het begin van de game, omdat ik Rudy's naam droeg. Ik moest gewoon sterven. Rip. Jongens, ik ga nu mijn naam zuiveren. Let's go. Dit is op zich wel leuk, alleen ik denk niet heel lang leuk. Is dit de vrouw met de mini pietjes? Dankjewel, Link. Dankjewel. Wie is Jones? Wie is Link? Jones. Ik wil een keer nu lopen met een andere tweeling. Wacht. Rudy, ik ben een andere Jones. Willen jullie uitwisselen met studenten doen? Oh, lekker. Willen jullie uitwisselen? Ja, is goed. Oké, Wouter, wij gaan naar Ermin. Ga even hier staan, wordt luid. Ik word helemaal gek van iedereen hier. Ja, ik ook. Ik ga even kaart swipen hier bij de imposter. Dit is een mooie kaart swipe voor de imposter. Kijk, I did it. Ik weet nog niet of dit Rudy is. Is dit Rudy? Laker! Rudy, ben jij Rudy? Laker! Dat klinkt als Jo. Wie komt er uit het zuiden? Siri. Ik ben Siri. Oh, het is Siri. Hey, welkom. Dankjewel. Mierentieten. Wat? Kill me niet Rudy. Een electrical, by the way, want dat is heel treurig. Het is slecht voor mijn ego. Nee. Wij zouden dat nooit doen. Ik ken mezelf en mezelf kent ik. Weet je wat? Ik ben eenzaam en ik... Wouter! Ja? Mijn hart is maar groot genoeg voor één van jullie, dus die andere gaat dood over 3, 2... Nee! 1... Hey! Ja, nee, ik ben niet echt de killer trouwens. What the fuck? Ja. Waren gewoon de lampen. 3, 2... Nee! Ik ga even vrienden zoeken. Ik ga mensen zoeken. Mensen. Oké. Heb ik me mooi doorheen gebluft. Hell yeah, dude. Hey, Joost komt uit... Oh nee, Joost heeft de kill gemaakt in admin. Joost en 2 Erwins. That's kinda sus. Joost en 2 Erwins, we gotta go. Joost, 2 Erwins en admin. Woe. Uh-oh. Woe. Pa. Oh, er is niemand dood hier. Hallo daar. Hallo. Ik was gewoon maar... Ja, oh nee, is dit 10.000 IQ op 1... Oh no. This is too much for me. U bent gezien door Erwin en Erwin. Oh nee, jullie zijn zacht voor mij. Oh. Waarom ben jij zacht voor jijzelf en niet voor jou? Ik vind jou ook wel zacht, Rudy. Ik vind dit heel eng. Het is tijd voor lichten. Ik heb Rudy geaaid, hij is zacht. Wat is die voice change? Achterliggende. Hey, hallo, kom jij eens hier? Ik ben gezien op camera's, ik ben veilig, hier. Camera's staan aan. Nep Rudy, wij hebben jou uitgewisseld met de andere Rudy. Ja. Of met de andere Jeremy en... Ik heb de andere Jeremy nooit gezien. De laatste keer dat ik hem zag was ik hem aan het begraven. Hey, wat is hier gebeurd? Oké. Jeremy, wat was je? Mijn wederhelft is gekild. Mijn oom! Wat is de echte Wouter gekild? Dat meen je niet. Ja, zo praat ik. Dat is mijn killpijp. Ik zag het gebeuren en ik snap het niet. Wacht, jullie twee Wouters bij elkaar en... Als Siri dat zegt, dan is het Siri. Ja, het is Joost en dat is een Siri. En het is... Jeremy! Maar ik weet niet welke van de twee. Oh, de real Jeremy was bij... De echte Jeremy. Was bij de echte Rudy. Want ik was bij de Jeremy. Ik was bij de... Oké, wacht. Ik stem nu op Joost. Dit ben ik. Ik wacht, ben echt zonder. Oké. Maar dat helpt ons niet verder. Kut, nee. Nou, daar hebben we nog twee Jeremy's. Maar dan wisten jullie welke ik was. Welke de echte was. Ja, maar volgende ronde weten we dat niet. Oh, nee. Let's... Klopt het wel? Ja, het was een dubbel kill op 5 man. Dus ik snap... Oké. Ja, als Siri zo doet, dan is het Siri. Altijd. Ja, vaak. Ja, Siri is eruit. Hoor je dan die huilen het hier namaals? Horen jullie dat? Hallo? Echte Rudy, nep Rudy? Maar nu moeten we erachter komen... Welke van de twee Jers is het? Ja, ik ben hier. Wacht, ik wil niet met de Jeremy mee. Jij hoort al weg. Hé, doei. Ik ga alleen. Hey, Rudy. Solo, je... Hallo. Help. Ik vind het zo... Dit is zo'n Matrix scenario. Ik moet eigenlijk echt gewoon... Hallo. Hey, laat me met rust. Nee, stop. Shield task. Stop! In 1.9 seconden. Nee! Ik heb vrienden nodig. Hoe gaan we de goede Jer vinden? Wacht, nou is Jer met het... Ja, de lacher... Oh nee. Oh nee, mijn... Killpijn, Rudy. De lacher. Oh nee, de killpijp Rudy lag in de electrical, dat is jammer, want daar was ik de hele tijd mee. Oh. Ik heb hem, ben jij het?
Wat? Ik heb hem gereport. Oh ja. Ik heb hem gereport. Dat is zo. Ik hoor nou niet welke de echte is. Ik stem nu! Ik heb gestemd op Jeremy! Oké, we hebben hem. Nee. We got him, boys. Oh, 5000 IQ! We're right here! We got him, boys. We hebben hem. Self-destruct in. Self-destruct. Hebben we hem echt? Oh yeah! Let's go! Yeah. Okay, we hebben een laatste kill. Andere Joost was een derde imposter. Dit was zo. Maar dan wist de andere imposter mij mijn niet helemaal. Rommel Jerry, je draaide mijn nek om. Ja, ik wist. Je kilde verkeerde! Je kilde verkeerde! We got him, boys. Ik klikte gewoon op dat knoppie. Hij was niet goed. Eén Wouter killen is één iets. Maar twee Wouters killen, oeh, dan ga je ver. Wat een rustgevend potje allemaal, hè? Nee, we met de voice mode. Hey, Erin. Oké, goed. We kunnen hem ook zonder proximity spelen, maar... Robot Henry Land was de beste shit. Here we go, boys. Randy Land. Oké, dit keer doe ik... Fuck it, Jones. Hallo. Dat waren mijn lady sounds. Hey, andere sounds. Wow. Wie ben jij? Ik ben je beste vriend. Ja, maar het kutte is dat ik jullie stemmen nog niet goed genoeg ken, dus ik weet het nog steeds. Kom even maar bij mij. Wie ben jij? Kun je hier staan? Ja. Nog even 10 seconden wachten. 3, 2, 1. Ik ben geen imposter. Ja, maar wie ben je wel? Ik ben niet de imposter. Oh shit. Oké. Ja, maar als ik het wel zou zijn, zou je me dan beschermen of niet? Ja, maar je kon me net killen op die vent. Gewoon easy. Dat klopt, maar waarom zou ik mezelf killen? Oh. Innerlijke struggles of zo? I don't know. Wij hebben het gefixt. Okay. De echte Shanna Nina heeft het gefixt. Ik ben de echte trouwens. Ik ben de echte. We hebben het gefixt. Hi, mijn naam is Jones. Yeah. Hey Jones. Hey Jones. Ik heb net de andere Jones' spoedcursus Jones gegeven. Bewijs dat je de echte bent, Jones. Nou ja, ik ben altijd third imposter. Dat was regel 1. Oké, Shanna, kill hem. Nee, niet. Wat is die ander? Nee, ik had een pact gesloten met Shanna. Goddammit, mijn Joost was imposter. What the fuck? Hoe kan dit ooit? Mijn Shanna was imposter. Mijn Joost was imposter. Ik zei ook echt kill je. What the fuck? Het waren ook allebei imposter. Het is ook zo mooi dat jij hier tegelijk bij dit... Wacht, hè? Ja, wat? Wacht, hè? Maar hold op, ik zag echt alleen maar Shanna en Joost. Ja, maar mijn Duncan Jones, die kwam net binnenlopen. Oh god, die heb ik gewoon niet gezien. Nee, die kwam letterlijk... Nee. Hoe kan dit ooit? Perfect, ik had het niet door. Het was Shanna, niet, na. Ik zag twee... Doden. Oh, hallo daar. Lijken zijn meestal dood. Oh, hallo daar. Ja, na. Ik wil niet veel zeggen, maar ik zag Erwin een kill maken. Dan is het Erwin. Oh, hallo daar. Leugens. Ik verwacht die al. Wat is die robot cosplay? Ja, na. Wat is het met Shanna Nina? Ik denk dat het Erwin was. Ik verwachtte Shanna Nina al. In ieder geval is het Joost. Oh nee, niet Joost. Ik vote op Erwin. Ik vote op Erwin. Het mooie is, ik ben niet imposter geweest, maar ik ben twee keer welke geen Erwin geweest. Ik was alleen imposter met de kutpotjes. Want ik verwacht al. Oh, hallo daar. Waarom zou ik mezelf vermoorden? Oh, hallo daar. Why indeed? Ja, na. Als je de echte Shanna bent. Ik heb al gevoel dat het Shanna niet is. Oh, hallo daar. Hallo daar. Ik denk dat we verloren hebben, joh. Erwin gaat eruit. Ja. What the fuck? Dat is volgens mij, we hebben verloren dat toch? Ja, nu komt de sabotage en... Ja, de sabotage en de kill. Hoe de fuck is Erwin eruit? Ja, ik snap ook niet hoor. Geen idee. Ik zag Shanna niet na. Waarom praten ze allemaal zo robot? Omdat ik Ryan ben. Het is over toch, of niet? Ja, daar zijn ze de button kunnen callen, maar... Denk je niet. Ja, oh, hallo daar. Mag ik wat vragen aan jullie? Oh, lights is uit. Of het offensief is of niet. Jones, kill him. Oh, lampen Jones. Error. Ik weet niet. Ja, een beetje. Zou ik gaan? Ik niet meer. How could you, Shanna? Shanna, Nina, na. Ik
Ja. How could you, Shanna, Nina? Oh, Shanna, maar het was wel door een bug, honestly. Want je stond op de body bij mij. Oh, serieus? Oh, ja. Oh, ik was al lang weg, joh. Ja, ik zag je weg. Je jumpte weg van de body. Jongens, het was zo mooi. Duncan was Jones 2 en hij was imposter. Toen liet hij aan mij zien dat hij imposter was. Toen zei ik van, oké, ik vind imposter hier wel. Toen kwam ik bij Rudy, was samen Shanna met Shanna. Toen zei Rudy van, oh, we hebben imposter gesproken, kill hem Shanna. Toen killde Shanna mij. Toen kwam mijn Jones binnen en die killde Rudy. Ja. Ja, maar ik had dus met Rudy een pak gesloten. Vet unfortunate. Ja, ik had met Joost de pak gesloten. Nice. Of met Rudy, oh. Hilarisch. Er worden gewoon allemaal deals gesloten hier, oh. Nou, ik had niet echt een deal. Ik deed alsof. Dat was mijn strat. Ah. Oh, okay. Okay. Als ik straks de Joost skin heb, ga ik deals maken. Ik herken jullie stemmen ook nog niet helemaal, dus het is echt moeilijk. Ja, maar dat komt door die goede robot impressie. Oh god, hallo. Ja. Oh, ik ben Shanna. Wie is Rudy? Ik wil Joost zijn. Wie is Rudy? Waarom ben ik altijd mezelf? Oh, nu kan ik mijn eigen stem houden. Oké, okay. Imposters, kill Rudy eerst, oké? Okay? Rudy en Erwin gotta die first. Nah. Rudy moet dood. Pak. Pak Erwin, imposter. Chaka! 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 Hier, Peter! Peter, kun je de ding aansteken, Peter? Ik ben buiten! Peter, stik de ding nou aan, Peter! Hoi, Peter! Hallo? Hebben jullie die ene task al gedaan met die card swipe? Klink nee. Ik als een robot. Ik wil weg bij die robot. Ja, ik ook. Klink ik als een robot. Vaarwel, robot. Hey, het gaat je goed. Nee, checken. Ik weet niet of ik. Oké, wie van jullie deed die deur zojuist dicht? Sorry. Help! Nee. Oh mijn god, dat is heel raar. Oh, nee. Ik zweer! Ik was dat niet! Wouter heeft juist een double kill gemaakt in Admin. Dat is niet waar trouwens, het is niet waar. Oh. Dude, deze timing. Ik wil hem eruit gooien. Oh my god. Nou, het kan niet Jeremy of Jeremy zijn. Vertel me de timing. Ik weet het ook niet. Ik zei tegen de andere Jeremy. Toen we bij Wouter stonden, kill hem. En toen rende hij weg. En toen kwamen we een kamer in. Toen stond hij op 2 lijken. Wacht eens, Wouter. Nee. Nou, maar hij kan geen 2 kills maken. Ik had wel 2 zwaardjes bij me. Admin. Er is 66% kans dat we het goed hebben met Rudy, Erwin of Shanna. Ja. Hoezo dat? Dus. En Rudy zit wel... Ik ben het oprecht niet. Rudy wilde het meteen wel senden. Ja, nee, precies. Ik heb niet gevote. Ik snapte de grap gewoon niet. Oké, Shanna Nina, wat vind je mijn content niet leuk, Shanna? Of wat is dit nou? Jawel, ik ga het filmpje kijken en liken. Ik sta in okay. O2 om mijn microfoon shit te fixen. Ik ben letterlijk gewoon een beetje AFK. Kan Rudy voor Erwin foutje? We moeten stemmen. Ik ga op Erwin. Ik heb Wouter. Wie is dan de nep Erwin eigenlijk? Het is sowieso nep Erwin. Wow, jongens, wat de heck is dit? 1 lijn, jongens. Er zijn 3 imposters hier. Nu zijn we dood. Oh, nee. Oké, ik ga gewoon met Jer mee en Jer. Ja, ik fix react al wel. Ik ga ook met Jer en Jer. Nee, ja, Shanina, jij bent niet welkom. Nee, ik ben het echt... Kill hem. Wat nou als het Wouter was? Ja, kill hem. Dat killt in 3, 2... Eigenlijk. Ships! Kom, we moeten gaan. Oké. Dit is unfortunate. Oh, shit. Oh. Okay, Erwin. Oké. Jeremy. Wouter. Ja, vertel. Wacht. Het was oprecht de tweede Jeremy. Oh. Ik weet niet welke dat is van de twee. Oh. Oké, maar hoe kon de tweede Jeremy een kill maken in de eerste ronde als die in mijn aars zat? Je hebt foutjes voor hem als third imposter. Oeh, dat is wel je hebt hem waar. Zien venten. Jullie zijn aan het meme. Denk jij nu? Jongens. Ah, kijk! Is dit Erwin? Wouter, de Siri komt uit de mouw! Gegeven. Wat heb ik gedaan? Wouter staat Siri is Erwin. Is Wouter dood? Ja, nee, ik ben niet dood. Hij staat bij mij onderaan. Ja, welke Wouter? Nee. Is Erwin. Ja, zijn... Hoor je mij? Rudy is Rudy en Wouter is Wouter. Dus het is hoor je mij? Erwin is 100% goed. Hoor je mij? Ik hoor je, Wouter. Ik hoor je. Als we deze even skippen en meteen knoppen, zonder raar te doen. Volgens mij is Wouter namelijk neer. Het is Rudolf.
Ja, heb, nee. Zag je Wouter gekild worden of wat? Op het lichaam. Ik stond helemaal niet op het lichaam, ik zat reactor te fixen. Eén lijn, jongens. Oké, ik ga met Jeremy. Ja, ik geloof Luister, Jeremy. wacht. Oké, het heeft geen zin meer of wel. Ik stem op Jeremy. Oké. We got him, boys. Dat was ik niet, ik was de link. Nee, ik was er echt. We got him. Als je mede-twin dood. Maak een rendiergeluid. Wat voor geluid maakt een rendier? Hoe kan dat verneukt worden? Nee, ik sta hier. Nee, ik heb mijn vocoder gefixt. Ik sta hier. Jij wil me. Dit is freak jammer. Over 15 seconden ben ik. Ik vind het jammer. Wie was de andere Rudy eigenlijk? Hallo? Je was imposter, hè? Ja. Ja, ik merk dat niet. Waarom heb je mij gekild? Ja, kijk. We hadden dit easy kunnen winnen. Maar, Rudy, ik ben teleurgesteld. Maar laag IQ Erwin heeft het verneukt. Ja, jongen. Shana, oh, ja. Wout, rest er bij mij niet meer. Wout is bij mij neer. Er zijn twee Wouters. Wat? Hallo, hier spreekt Wouter uit het hiernamaals. Wouter? Wouter uit het hiernamaals zag dat Siri Jeremy heeft gekild. Ik hoor alleen Jeremy. Ik ben gewoon, ik ga een screenshot sturen. Voor de rest van het jaar in 2021 is mijn voornemen om Siri te hanten. Oh, wat? Wat een soort van gewonnen. Maar je zei net Jeremy. Oh my god. Ja, nee, ik bedoel. Oh, ik bedoel, maar fijn dat jij ook even een screenshot stuurt van hoe je imposter. Ja, nee, maar het is wel. Jullie weten al dat ik het ben, kom op. Je zag me nu op het andere screenshot. Omdat ik dacht, misschien kilt hij dan al. Waarom is mijn naam rood? Ja. Big Rachel zijn geweest. Ik weet wat ik moet doen, toch? Ik hoor Siri. Dan moet je even op jezelf stemmen, Siri. Waarom is mijn naam rood? Laat lekker op mijn telefoon zitten, gast. Ik ga het N-woord zeggen. Betekent dit dat ik een soort van gewonnen heb? Hallo! Ja, dat is ook laggy voor jullie. Ja, cool. Ja, dat is de gamebug. Maar, nice. Ja, GG. GG! Maar oh, je wist toch wel dat ik het was. Makkelijk. Lekkere double kill, Erwin. Freaking sick. Lekker bezig, Erwin. Uit de dood. Jammer dit. Dat was wel een leuk potje. Maar, die was wel leuk. Omdat die was grappig. We hadden gewonnen als Wouter, als de game niet bug was. Want je had Wouter wel gekild, toch? Of niet? Nee, ik was legit niet dood. Shanna Nina gekild. Ik ben geen weer. Jij had niemand gekild. Ik had ook een keer zoiets. Toch? Nee, bij mij was die kill. Je had niemand gekild, toch? Ik heb nu 10 euro donatie. Iedereen trouwens een voice chaser. Die double kill zou ons laten winnen. Nee, ik heb geen voice chaser. Als ik dan met een hele ronde met iedereen. Had jij iemand gekild in die laatste ronde? Toen ik nog leefde. Ja, double kill ronde. Ja. Echt? Oh, what the fuck, ik ook. Ja, dat was daarom dat je simpel was. Oh, wat kut. Ja, ik had Shanna Nina gekild. Ja, ik had Wouter dus gekild, maar bij mij ben ik. Oh, jammer. Nou, we hebben toen nog even in dat je me had gekild, joh. Ja, we hadden gewonnen, yeah. Ik dacht dat Shanna dus een raar woord ziek. Ik ben jouw gast. Hallo. Zo. Yo, dat was heel vet. Oh, ik ben Wouter. Hey Wouter. Oh, hey Wouter. Hey Wouter. Hey. Hey Wouter. Wouter heeft opeens echt een hele zwoele Hey Wouter. Wie schreeuwt daar zo? Is dat Siri? You like some jazz, Wouter? Oh yes. Yes, please. Yeah, wanna play some jazz? Let's play some jazz. Okay, let's have a drink and play some jazz. Ik ga even wat arcade spelen. Oh, moet ik je Ik doe met je mee. Trust me, I'm legit. High score. Oh. Oeh, ik zit 14. 16. 10. Oh. 16. En 20. I got him. Beste oh, fake gedaan, ooit. Later. Yeah. Was dat fake? Wat? Nee, hij wilde niet luisteren. Oh. Jongens, huh? Wouter fakte. Wat? Ja, het klopt dat hij zegt. Oh. Volgens mij is Jair dood. Oh. Oh, dit is een fortune. Jair is dood. Nee toch, Jer is niet dood. Siri. Ik zie... Ik leef nog. Alleen Siri is dood. En Jer, bij mij ook. Oh, Jer is ook dood, oh, ja. Oh, de call Jer. Oh, die is frame perfect dan. Oh, nee. Perfect. Oh, wat lastig. Die kill vorige keer was ook niet frame perfect. We kunnen volgens Ja, je hebt wat lijkt door de Skeld server. Yeah. Dit was in admin, want ik kwam uit storage. Daar waren één van de Shanna Nina's en een Siri was daar. Nee, er waren twee Shanna Nina's. En Jeremy liep naar boven. Dus ik denk dat de impasta was daar nog. Nee, wij, ik en die andere Shanna Nina en Siri waren in storage inderdaad. Nou, de andere Jeremy liep naar boven, dus ik denk dat die admin is ingelopen. En dat daar een killer was. Een van de Erwin zat op camera en ging toen bezorgd kijken naar de andere Erwin die stil stond bij de deur links van de cafeteria.
Was die heel bezorgd, ja? Is één Shanna niet naar Joost? Oh, wat? Ik stem Shanna. Ik was bij Wouter en Wouter is safe. Ik ben het gewoon echt niet. We waren met z'n drieën in storage. Dan kan het toch niet zo zijn dat er een imposter is? Er waren twee Shanna's en een Siri in storage. Waarom wordt er twee keer op mij apart gestemd? Jongens, Wouter kan het niet zijn. Ik was met Wouter en Wouter was het niet. Wouter kan foutje voor Wouter. Oh, like! Jet, stop met mierentietjes spammen. Mierentietjes. Oh, Wouter. Dit gaat helemaal niet. Oh, Wouter. Wouter. When you came. Hele mooie man. En juiste. Als ik in jouw ogen kijk. Kill me niet op lights. Ik ga even fucken met de lights. Ja. Ik bedoel, is hij nog niet gefixt? Wat? Oké, ga nu killen. 3, 2, 1, kill. Oh, yeah. I stabbed you. Hey, waar is Wouter? I stabbed you. Hallo? Oh, daar is Wouter. Ja, ik weet je, mijn lichten stonden al die tijd aan, dus ik kon gewoon wel tasks doen, weet je. Oh, je kon gewoon tasks doen. Ja, ik kon gewoon alles zien. Een mooi bondje maken. Dit is een double kill! Ren! Oké, ik doe nu de deur dicht. Vertrouwen. Oh. Wouter, vertrouwen ze. Ja, echt? Gaan we, als we allemaal echt clean zijn, maar dan kijk, hebben we de game in de pocket. Wij zijn de enige vier met een hoedje op. Luister. Waar iemand op zit. Hoe groot is de kans dat beide Erwins een postel zijn? Nou, dat kan wel heel klein zijn, die kans. Als we wacht, laten we fanscan doen, want als we alle vier clear zijn, dan kunnen we easy impostor swipen. Oké, fanscan. Oké, doe het. Weet je, impostor, don't shame, oké? Gewoon doe het. We got you. Ja, wij zullen niet zeggen. We got you. Oké, allebei de Ermens doen. Ja, oké, okay, ja. Okay, ja. We waren niet in de buurt van de twee kills, dus. Oh, nee. Allebei de Ermens doen. Wat, hallo? Heeft iemand mijn voice gesampled? Iemand heeft mijn voice gesampled! Nee, het is een van de ergs! We hebben gekopieerd! Gekopieerd! Nee! Gekopieerd! Zo! Oh. Oh, huh? Nou, nu is het interessant. Nou, dit is makkelijk. Wouter en Erwin. Wacht, heb je nou Siri gereport? Volgens mij is Siri gereport, ja. Want ik zag een roze ding in het scherm komen. Het is Shanna Nina. Het is niet... Ik wil het woord geven aan Wouter. Het is niet Werwin. Wat? Wouter of Erwin. Werwin. Oh, okay. Heb je er nooit van gehoord? Dat is het beste duo. En onze stem is gestolen. Oké, team Wouter, waar stemmen we op? Ja, of Shanna Nina, na, of... Nou, luister, kijk, we gingen die kamer in, we gingen daaruit, maar Siri die was daar gewoon nog. Ja, dus niet denk meer. Over je phone. Wie is Siri? Is Nina Siri? Nee, Siri is Nina Siri is. Siri oh, oké. Okay. Joost, wie denk jij dat het is? Ja, ik het is Joost! Oké. Sorry. In dat geval, stem moet... op de Erwin zonder toeter, want dat ben ik. Eén lijn. Eén lijn op. Op wie stemmen we zelf? Shanna? Shanna? Oké. Ik heb gefoten. Shanna. Ik heb geskipt. Wat is dit voor fucking lijn? Oh my god, hoe is dit mogelijk? Wat is dit voor een man? Vier man clear. Ja, maar jullie kwamen als laatste kamer in. Oh. Nee, maar ik heb het over de andere drie buiten mij. Oh. Werwin. Waar is Werwin? Well, we lost, boys. Werwin. Ik ga naar Lightstone. Nee, jongens. Kom met mij. Kom allebei met mij. Oké, twee gaan naar... Kijk, nee, luister. Ze moeten twee van ons killen. Dus als we allemaal report spammen, alle vier, dan kunnen we oprecht ja, winnen. Oké. Waar gaan we staan? Hier, gewoon hier, fuck it. Oké. Gewoon blijf klikken als een gek. Oké, verdorie. Blijf klikken terwijl je loopt. Move in the huddle. Oké. We kunnen ons niet allemaal tegelijk pakken. Blijf allemaal hier. Hallo daar. Oh, nee. Niet double killen, please. Oké, fix. Roger, laten we gewoon niet... Yes! Oh, yeah, boy! The dream strand! Oké, Sian, Sian. Ik ben het Sian. Niet, ik ben het niet. Stem Sian. Waarom? Je had moeten wachten, maar Kyoko daar was nog niet in. Stem Sian. I'm too fast for you. Yeah, the strand, boys. Niet Sian is. The strand. Oh my god. Ik heb echt RSI gekregen in mijn hand, jongens. We got him, boys. Ik zat die report te spammen. Die strat. Als je open hebt, dan gaat mijn Kyoko daar niet naar beneden. Oh, heerlijk. Oh, die strat was perfect. En nu? Gaan we. Wie is het? Wat gaan we nu doen? I don't know, ik man. Denk, jongens, ik ben het Joost is. Jongens, ik wil even praten tegen Ghost Erwin. Je hebt hard gestreden voor deze strijd. Dankzij jouw sacrifice hebben we gewonnen. Het was het waard. Ghost Erwin.
Oh, oh nee! Fuck, nee, dan wordt het complex! What the fuck? Nee! Wat was dat? Oh mijn god! De plan! Eindelijk een win kunnen hebben! Dat plan! Waarom ben ik gekild? Ik hielp jullie! Ik hielp jullie door de mast! Het was foolproof! Omdat Ryan geliefd konden we winnen, heel goed. Ook Jezus. Instant paniek bij Wouter en mij van oh shit. Run. Oh wat kut. Instant Jezus. Paniek. Zullen we nog één potje doen met Twins? Ja, dat is goed. Even Ryan terughalen. Ja, ik zie wel even de code weer. Oh, wat kut. Ik dacht, we stonden met z'n vier om ze te bespreken. Oké, move in the huddle, spam report. Ja, het kutte is, ik had het wel kunnen redden, alleen ik had dus die button open om af te tellen. Ja. En daardoor is mijn kill cooldown niet gereset. Dus oh ja. Ik had 10 seconden op mijn counter toen Jerry kill maakte. Hallo. Ja. Nee. Het was het perfecte moment gewoon, maar ik ben uitgekikt. Dus dat was echt een kut moment. Ja, wij kunnen winnen. Mooi. Dude. Die paniek was geniaal. Ja. Heerlijk. Ik ben weer mezelf. Ik wil gewoon een keer iemand anders zijn. Ik wil ook iemand anders zijn. Ik wil Shanna Nina zijn. Ik ga hier lekker mezelf zijn. Hallo? Oh, hallo. Wie ben jij? Ik ben Rudy, die ene van die porno. Oh, hey Rudy. Ja. Hoe gaat het? Ben je al bij de Z? Nee, het probleem is, die films duren allemaal 1,5 uur. Na 2 minuten ben ik al klaar mee, snap je? 2 minuten? Ja. Impressive. Ja, ik heb weinig tijd, dus ik moet gewoon een beetje managen. Vaak eerst de 2 minuten en dan heb je die character introduction, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Altijd wel een beetje zwak verhaal. Ja, maar toch lukt het ofzo. Zullen we het gaan doen of ben je nog lekker gegamed gisteren? Momentje, ik heb een donatie. Ja, was lekker, Can Handle You Suit. Thanks voor de €50, holy shit. Oké, laten we Tas gaan doen. Weird flex dit. Ja, sorry. Ik moet ergens mijn collectie mee betalen. Oh, ik krijg een donatie. Oh, dankjewel. Ja, momentje. Ik heb suppies. €51. Oh. €51. Oh, wat? Dragon Slayer 420. Dankjewel. Wat wil ik nou? Een Siri wil me doodmaken omdat ik zijn miettetjes. Wat? €100.000 donatie? Wow, thanks, chat. Wat gul. Wow. Wat gul. Hallo? Wow, dit wordt een dubbel kill. Ik heb geen eens een donatieknop, want ik heb net mijn nieuwe kanaal gemaakt. Oh, je doet echt net Nederlands, hè? Je kan gewoon je IBAN opnoemen. Ja, is goed. Oh, ja. NL64? No! Oké, laten we tasks doen. Oh, what the... Wouter! Oh. We hebben slecht nieuws Wouter, voor je! Ja, Wouter, wat niet is kijken. Hier gebeurd? Wouter, niet kijken. Wat is hier gebeurd? Wacht, wie liep je net uit? Er stond het tweede zelfde. Het was Henry en Henry. Henry. Ik ga reporten. Henry en Henry, we got you. Henry Land, we denken dat jij het bent. Het ruimt dus, het is waar. Hallo. Wouter, het komt wel goed. Hallo. Ik liep binnen. Ja. En ik keek. Ja. En ik zag mezelf. Ja. Daar liggen. Komt goed, jongen. Wil je What the heck, man? You crazy? Okay. Herenigd worden, hoor ik. Ja, we je weten... Je traan in mogen. We weten wie het is, toch? Shanna en Wouter. De Erwins stonden bij elkaar, de Siri's waren bij elkaar en de Henrylands waren er bij elkaar, toch? Ja. Dan zijn er twee pretparken en een foutje voor elkaar hier, denk ik. Ik weet dat ene Siri het niet is. Hallo. Wie liet die scheet? Maar Wouter weet ook dat wij het niet waren, toch? Ja, ik weet dat zij het niet waren. Oh, maar ik weet ook dat daarboven stond... Siri, heb jij gestemd? Nee. Dan pak ik degene die op jou gestemd heeft. Ryan en Ryan die stonden bij elkaar boven de... Ik wil mezelf niet eruit te stemmen. Noem de rechter Ryan? Er kwam wel één... Nee, wacht hè. Rechter Ryan. Rechter Ryan. We got him, boys. Wat? Waarom is hij... Beide imposters hebben op Siri gestemd. Geen zorgen. Ja, inderdaad. 2 keer bruin. Oh, disgusting. Jongens, laten we de button callen. We hadden poepies. En dan... Ik weet niet wat er allemaal... Heb ik hier een... Ik heb hier helemaal niks. Ik wel. Oh. Shanna, I got you. Ja, ik ben aan het skidden. Oké. Heel legit, ja. Ja. Lekker bezig.
Was dat trouwens één kill of waren er twee? Het was er maar één, toch? Eén kill, denk ik. Oh, kom, we gaan reactie doen. Dus dan kan ik het nog steeds zijn, de imposter. Oh, hey. Hey, Siri. Hey, welke van de twee is Rudy toevallig? Doei. Ik ben crewmate, ik fix reactor. Ik fix crewmate. Sorry, ik fix reactor. Eén. Hoi. Ik heb reactor gefixt, dus ik ben voor eeuwig veilig. En dat is altijd zo. En ding is... Oh, twee Erwins komen worden gedubbelkilled. Oh, ik vertrouw dit niet. Oh. Nee, dit zijn te veel mensen en een Henry Lentje erbij. Oh. Ik ga weg. Ik ga weg. Hey, oh nee, pas op, Henry Lens. Dubbel Henry Lens. Ah, de Henry Lens. Ik heb hier heel veel tas. Voor Henry. Willen we hierin? Och, Wouter is ook veilig, toch? Ja, er zijn genoeg. Ik ben veilig. Ja, hell yeah, dude. Dat gaan we gewoon doen. Ik voel me heel erg op mijn gemak nu. Ik blijf gewoon bij Shanna en Nina. Er is alleen één probleem, Wouter. Dat is een één probleem. Maar wie is dat? Eén van ons twee is de killer. Ik ben Shanna. En... Oké, Shanna, kill hem in drie. Degene die nu wiebelt, ben ik. Maar ik wiebel zelf ook. Kill hem in 3, 2, 1, go. Ik zal niet kijken. Nee, niet doen. Nee, niet. Mijn broertje. No witnesses. Mijn broertje. En nu ik. Ik kijk niet. Ik kan niet killen. Oh, dan doe ik het wel. Dan doe ik het wel. Oh, save by the bell. What the fuck? Ik leef nog. Oh, ik wacht. Was in cafeteria afgesloten van de Airwinds. Ik liep met ze door cafeteria heen. En... Mm-hmm. Okay. Drie keer raden wie eronder was. Henry Land. Henry Land? Ik was in cafeteria daarboven. En weet je wie er nog meer daar beneden was? Siri. Siri en Henry Land, we got him. Nee, bij wie was Siri naar beneden gegaan? Wacht, is het... Wat? Wait, what? Heb ik iets gemist? Wacht. Duncan, kan jij stemmen op Siri? Nee, ga nou niet weer op Siri stemmen. Waarom moet ik eruit die stemmen? Het is een van de Henry Lands. Nee, wacht even. Het is beide Henry Lands. Welke? Ik verdacht een van de Erwins. Siri heeft voor mijn ogen Joost vermoord. Oké. Wie ben jij? Maar waarom wil je dan per se dat ik stem? Laten we dan de 50-50 doen. Erwin en Siri. Wie de andere... Wat? Een van de Henry Lands is, jongens. Ja, maar Erwin zegt een heteldaadje. Je bent echt heel zacht. Oh, wacht, het is 7. Welke Henry Land gaan we stemmen, Shanna? Het is 7. Siri stem ik, het is 7. Het is heel dom. Waarom wil ik eruit gestemd? Welke Henry Land doen we? En dan hebben we hierna verloren. We got him. Waarom doen we dit? Perfect. We got him. What the fuck is dit nou, jongens? Zelfs Henry Land stemt op Henry Land. Zelfs Henry Land stemt op Henry Land. We zijn gemanipuleerd door Erwin. Nu hebben we Siri eruit gestemd op 7. Was ik oh. Yeah, we got him. Big brain. Oh. Jongens, zelfs Henry Land stemt op Henry Land. Hallo. Hallo. Ik moet even privé overleggen met mezelf. Mag ik even? Oké, ga ik wel hier staan. Ja, ga ik wel hier staan dan. Hallo. Dan heb ik eentje. Hallo. Het is... Oh my god. Wacht, heb ik het gered of was het wel goed? Wat doe je nou? Sorry. Er is nergens voor nodig. Ik, ja, als Siri het wel was, dan heb dan ik weten dan we nu niks. Ja. Het is wel 100% fijn, toch? Jawel. Maar ik kon de sabotage gekald worden. Stel, ja, ik denk, want wij hebben met Wouter's tweeling gevonden. En jij zei dat je Henry Land dichtbij zag. Ja, ik Henry zag Land beide bij Henry lights. Lands waren met elkaar aan het praten. Maar misschien. En ze liepen ook ja, bij het was lights. Een dubbelkill. Ja. Maar welke Henry Land? Het kan ook nog steeds Big Brain Erwin zijn die gewoon Siri onder de bus gooit. Ja. Maar dan alsnog maakt het mij niet veel uit. Als ik imposter was, had ik wel die move gemaakt om Siri onder de bus te gooien. Even voor het idee wat er net gebeurde. Ik was samen met Duncan Ryan en andere Erwin. Daar was ik in cafeteria. Werd afgesloten. Ik kom in storage. Er zijn twee mensen daar. Een Siri en een Ryan. Er was nog maar één Siri over. Iemand killt de Erwin voor mijn neus. Dus ik denk dat is een dubbelkill. Dus ik report. Dus ik stem de Siri omdat ik zeker weet dat die Siri... Het kan zijn dat... Maar welke Ryan Henry is het? Aan rechter Ryan. Rechter Ryan. We kunnen alsnog 50-50 op Erwin voor de veiligheid. Welke Ryan? Rechter. Linker. Ah! Linker, was ik op tijd? What the frick, oh my god. We did it, boys. We did it, boys. En als we ik heb geen idee. Ik denk dat niet een van de... Hallo, doei. Oh, wat? Yeah. Damn, wat lekker, man. Andere Ryan was een imposter. Had je niet door? I knew it. They did the meme. Waarom gaat nooit iemand van een dubbelkill? Ja, weet je, een dubbelkill is altijd een enkele kill. Helaas. Geklaard, heet dat. Maar mijn soundboard ligt aan de andere kant van mijn muis. Dus ik kon niet... Oh, mijn mute werkt niet. Ik ben legit. Oh. Wacht even hoor, Bierbeck. Ja.
Ik heb nog even heel veel gemist. My bad. Die had ik allemaal. Oké. Okay. Alice, thanks nog voor de 100 bits. Uur geleden. Ik ga want bij mijn vrienden veel plezier van... Oh. Thanks voor het kijken, Alice. Thanks voor de 100 bits. Lotte, de 100... Hé, hey, het wordt weer zo'n dag dat je me negeert... Wat? Oké, okay, sorry. Thanks voor de 100 bits. En de negeer. 3 maanden van D-Love. Epic. Liz met de 100 bits. Weer lekker genieten van een leuke stream. En geniet het leukste... Leukste set van... Sorry, ik heb echt een pizza in mijn keelgat geduwd. Binnen 2 minuten, omdat ik de tijd was vergeten. Thanks voor de 100 bits. En nu heb je dat verhaal gehoord van niks. Demian Tsu met de 100 bits. Jantje met de 100 bits. Sasha met de 100 bits. Oké, okay, you did it. Dit hangt me nog een beetje beter. Thanks. Ah, mooi. Thanks voor de bitches iedereen. Chantal met de 2 maanden. En Sasha met de 50 bits. What are the chances? Inderdaad. Ik ben bij, jongens. I did it. Ahoe. Ik hey, ben er weer. Dankjewel voor dat sippie, joh. Hey, willen jullie nog een potje doen of willen jullie een andere game mode doen? Ik ben er wel klaar mee nu. Alright, mijn game. Slash. Ja, ik vind het wel mooi geweest ook. We hebben... Oh, fan-teleporters lachen. Oh, maar die moeten we beter even op Polis doen, denk ik. Oh nee, hallo. Dat kan ik wel hier. Dat was iets met een kerstgame mode. Wat is dat eigenlijk? Zombies, maar dan kerst volgens mij. Oh, oké, goed. Kunnen we ook wel doen, hoor. Zombies, maar dan kerst? Ja, kerst. Is trouwens de game voor jullie ook leuk? De qua ping wel, maar dat is omdat de scalp.net servers niet heel steady zijn. Nee, maar, in-game is voor mij alles prima, maar dan gaat mijn OBS dus heeft FPS lag. En ik weet niet waarom. Het is niet mijn CPU en ook niet mijn RAM. Ja, heb je het ook echt op stream of alleen in je OBS preview? Op stream. Dat weet ik niet. Ik heb percent used van processor en RAM al gecheckt, maar dat is gewoon 40. En video, stream je op je processor of videokaart? V-syncing? Zeg maar NVENC of X264? Ik denk NVENC, moet ik even kijken hoor. Ik heb nu trouwens kerst de... Kerst is ook al lang geweest. Via V-Sync aan of uit? Ja, hij staat op NVENC. V-Sync heb ik volgens mij. Kan het zijn dat je videokaart... Ja. V-Sync is aan. Wel ja, hij stond aan. Uit. Moet hij dan uit? Ja, I guess. Probeer het eens. Of full screen of? Altijd 60 dagen geleden, sinds kerst is geweest. Het was eerst de kerstdag. Kerst was vorig jaar, chat. Oh ja, het was V-Sync. Nice, oké. Okay. Willen jullie een introductie van de game mode? V-Sync aan of uit. Wat is nu het idee? Oké, jongens, we playing vent teleporter. Iedereen kan venten. Oh. En de vents zijn random connected. Oh. Okay. Yeah, en ik heb te weinig tas. Oké, reset. Oké, hold up. Oh, de instelling is allemaal gereset. Willen we Polis doen of willen we dit doen? Of Skeld? Polis, graag. Polis? Skeld is wel leuker, denk ik. Dat je elkaar dan vaker tegenkomt? Ja, wel andere fans. Gewoon eerst deze naar dan die andere. Ja, fuck it. Oké, ik moet even de settings fixen, want ze zijn gereset. Oké, confirm ejects uit. Emergency meetings 1. Emergency cooldowns, prima. Voting time, oh, lekker. Anonymous. Lekker. Lekker hoor. Oh, ik heb wel zin in. Iedereen even ander pakkie. Iedereen even ander pakkie. Alle pakken. Even ander pakkie. Crewmate vision. Ik denk ik heel erg als een robot als ik zo praat. Ja, het is naar. Ik weet oprecht niet wie dat is. Ja. Oh, oké. Okay. Wie is het? Visual task uit, task for a date. Hallo. Meeting. Oh, Joost is nog niet terug, zat hij met een beetje. Oh, Joost heeft aan het scheid natuurlijk. Is hij aan het poepen? Ik heb een hele andere skin dit keer. Boom. Okay. Het is eng. Ik kan mijn skin. Oncomfortabel. Dat is wel passend bij je. Hij kan ook heel hoog. Pijnlijk dit. Kou van je. Hallo. Oh, ik heb ook een heel andere skin nu. Link. Ja. Hier, kom eens hier. Even rechtsonder. Oh, hij heeft een leuk zakje op je hoofdje. Ja. Kijk, dit is legit gewoon de GTA skin. Gewoon letterlijk. Ja, daar ben je heel hoog. Eén op één. Ja, ik heb alleen geen katmasker. Je mag toch geen pet? Jawel, je hebt katten dingetjes. Oh. Wow. Wow. Hij was gewoon zo boos dat er geen kattendinkjes waren. Joost moet snel poepen. Geen kattendinkjes. Even kijken. Doodoo met de 100 bits. Hey, Roodoo, neem bitches. En vraag tot hoe laat gaat de stream van 30 december door. Die info die komt nog. Maar als het goed is gaat het ongeveer 3 uurtjes duren. Dus vanaf 7:30 tot... half 10 denk ik. Tussen 9 en 10 stoppen waarschijnlijk. Wat is Joost nu aan het doen? Is hij gewoon koffie aan het pakken? Oh. Zullen we met z'n allen in de badkamer gaan staan? Laten we starten en iemand verdedigt hem maar gewoon. Zo, jongens, als corona voorbij is, dan gaan we gewoon... Echt met z'n allen in de badkamer. Laten we dat doen bij Joost. Bij Joost. Wat is nu het ding van deze? Iedereen kan venten. Vent teleporter, iedereen kan venten, boys.
Oké, iedereen kan vent. Okay, iedereen. Je kan overal, maar je kan maar één kant op venten. Je kan niet in dezelfde venten terug, zeg maar. Oh, okay. Laten we venten. Oké, imposters, laten we venten. Yeah, we did it, boys. Dat was een epic vent. Ik ga nog een keer. Oh. 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 Hello, B-Redders. Hello, B-Redders. Oh, jezus. Jongens, Wouter wilde me killen. Oké, het was Jer. Huh? Bro! Are you serious? Welke van de twee Jeremy's? Nee. Oh, wacht. Verkeerde mod. Ja, luister. Ik zat ook te twijfelen. Nee, luister. Ik kom die O2 binnen. Wouter staat daar letterlijk op een lijk. Er liggen twee lijken hier. Verdacht. Er ligt één lijk. Jongens, ik geloof hier. Ja, want ik was in Mad Bay en toen kwam Wouter naar me toe en zei... Hey Link. En toen werd ik bang, het was gevent. Dat zei ik wel, dat is wel waar. Dat was heel eng. Mijn verhaal. Ik was met Link, was ik in Mad Bay. Toen zei ik, hey Link. Maar dat heeft niets te maken met het verhaal. Maar in ieder geval, toen ging ik een vent in en toen lag daar iemand dood. En ik zag Jer aankomen lopen. Dus ik dacht van, oh oké, die zou ook wel... Nee. Wat? Ja, jezus. Jongens, ik zag Wouter venten. En toen zag ik Jer een kill maken op... Nee, dit is niet de waar. Tweede persoon, waardoor er twee mensen dood zijn. Huh? Dit is foutief. Het kan ook unlucky zijn, unlucky timing. Nou, maar vertel dus... Jer, wat gebeurde er? Want er liggen twee mensen. Eerst lag er één, nee, toen sliced hij echt pas er twee. Nee, serieus. Kun je twee kills maken met zo'n snelheid? Was het bij een vent of zo? Want mensen kunnen oprecht tering snel venten. Nou, Wouter stond op de vent. Dat was het enige wat ik zag. Ja, ik kwam daaruit. Dat kan heel nice. Dat was bij mij met me. We skip op 50-50. Heavy sus, yeah. Snipe. Heavy. Ik hou die twee in de gaten. Als je per ongeluk vent in hun gezichtsveld, run. Joost mag niet sterven, dat is het enige. Nee, we gotta keep the Joost alive. Laten we een core vormen om Joost heen. Of het is Buggy of zo. En dan gaan zingen, ja. Oh. Iemand wil een gift geven, maar de chat is zo irritant. Oh. Ja, wat denk je? Wat doe je? Hoe weet je? Oh. Je beweegt bij mij. Wat? Oh. Bij mij zweef je weg. Ik sta stil. Ik sta stil. Oh, wat de fuck? Doe jij die deur dicht? Nee. Oh. Oh. Ja? Echt doen na quarantaine. We gaan even een core oprichten, oké? Ik ga even meer mensen proberen te zoeken. Waren we alweer begonnen? Oh, hij is back! Oh, we got him! We protected Joost! We deden even BRB. Iedereen ging pissen en even drinken halen. Joost, Joost de enige. Maar Joost, don't worry. We hebben jou beschermd vanaf het begin. Ryan en ik. We zijn hier nog steeds, mate. En er zijn al twee kills gemaakt, dus wij zijn allebei safe. You can trust us, man. Ik trust you. Ik moet nu wel al mijn best doen. Oh, Joost! Joost! Oh. Joost is terug, maar ik heb nog niks verteld van de vent teleporter eigenlijk. Oh, okay. Ja. Oh, Joost. Ben je nog weer weg? Joost. Yusu. Yusu. Oh, fuck. Ik stond op de vent ding en ik werd letterlijk geteleport in Siri's lichaam. Oh. Sexy. Was in Mad Bay. Wie is daar voor het laatst geweest? Welke mod spelen we nou? Ja, dat probeer ik je uit te leggen, Joost. Oké, Joost en ik stonden in Reactor. Daarvoor stonden Ryan en ik, Joost, bij Cafeteria. Ik probeerde tegen Joost te zeggen, Joost, we spelen vent teleporter mod, dus we kunnen gewoon teleporten met de vent. Oké. Lag de body op een vent? Ja, hij lag op een vent. Weet je wat ik interessant vind? Wouter is dood. En Jer als gigantische zus op Wouter. Dat is unlucky. Oh, nee, ik zei kan unlucky zijn. Ja, daar heb ik al gestemd op. Ja, nou dat is fijn. Maar goed, dat is niet degene... Maar ben jij wel de echte Erwin? Wat, Joost is de vorige mod. Oh, sorry. Wrong mod. Nee, maar... jullie waren met z'n allen bij elkaar. Ryan was weg. Joost en ik waren bij elkaar sowieso. Ik was helemaal alleen. Ja. Nou ja, jij teleportte weg, maar mijn ding teleportte nergens heen, dus... Ja, iedereen kan teleporten sowieso. Je kan maar one side teleporten, dus uit de vent die komt, dan kun je niet terug, zeg maar. Oh, okay. Oh, balen. Dus Jeremy is er gewoon per ongeluk ingelopen. Ja, oké. Wat weten we? Kan iemand voor elkaar vouchen, buiten Joost en ik? Ja, ik denk dat Erwin er niet is, want... Ik was voor het laatste... We moeten stemmen. Tegen met Erwin!
Oké, Erwin. Wat? Nee, nee. Oh, ja, ja, god, zeg dat dan niet last minute, zo dreigend. Ik zeg, ik kom. Ja, jezus. Ja, ik ga gewoon mee met de groep. Jezus. Ik dacht, dat was echt zo'n conclusie op het einde. What the fuck? Ik heb geen idee. Oké, Joost, follow me, Joost, follow me. Joost, follow me, follow me. Joost, kijk, je kan dus. Loop op de vent, loop op de vent, Joost. Loop op de vent. Oh. Ik spande helemaal ergens anders. Hadden jullie dat ook? Oh, dat hebben imposters alleen, man. Uh-oh. Oh. Monka. Het is trouwens echt een imposter glitch. Oké, we hoeven er maar eentje, Jeremy. We got him. Kut. We got him. Jij mag hem hebben. Hallo? Hallo? Just the two of us. Jij dood? Oh. Nee. GG. Ik zei gewoon, ik was met Erwin. Maar ik zei het op een hele dreigende manier. Ja. Jij komt binnen. So. Way to curve the bullet. Nee, ik ben nog levend. Die was mooi. Ja. Die was mooi. Sorry, Wouter. Ja, joh, maakt niet uit. Dat was ja, weet je wat het een beetje was? Mijn brein was echt van, oh, dat is mijn mede-imposter. Iemand gekild. En toen killde ik de ander. Ja, ik snapte het ook al niet. Het was letterlijk voor mijn neus. Heel verbaasd. Oh jee. Oké. Dat is nog leef je ook gewoon. En de ronde daarna iedereen van, oh ja, er is toch niets gebeurd. Oh, dit is wel een funny mod. Ik stem hem meteen op Jair. Ik vind hem wel leuk, ja. Ik vind deze mod echt leuk als ik niet aan het begin dood ga. Maar is het ook belangrijk? Ja, kan je nou weer in dezelfde vent waar je uitkomt? Nee, ik kan er maar één zijn. Hey, doei! Oh. Dan ben ik hier, in mijn eentje. Oh, wow, ik zag je venten, Joost. Ja, ik zag jou ook venten. Nee, ik ben innocent. Joost, laten we memen. We zijn allebei imposter natuurlijk. We hebben allebei gevent. Laten we memen. Oké, wat gaan we memen? Even kijken of iedereen is. Oh, iedereen vent. Iedereen is aan het venten. Er is iemand dood in Matt B, man. Dat werkt niet. Nee, tuurlijk. Een Matt B, man. Daar ligt een like. Oké, laten we naar Matt B gaan. Ja, hier ligt een like. 100% ligt hier een like. Er ligt een like in Matt B. Er ligt een like in Matt B. Oh, nee, maar. Nee, verstoring van het. Jongens, wie heeft dit? Wie heeft dit? Ik heb hem niet. Oh. Heeft niemand hem? Nee. Jongens, okay. Kijk, jongens, ik ben in post te kijken. Ah. Ik wil even dat jullie weten dat ik safe ben, oké? Want ik heb dit. Oké. Nee, maar nu gaan jullie mij dubbel killen. Dat wil ik niet. Nee, ik ben... Ja. Oké, ik heb dit. Ik heb dit. Ik hoor hem ook piep. Oh, ja. Oh, oeps, er komt feedback. My bad. Oké, ik ben legit. Jullie weten nu allemaal, toch? Ik zie dus ook weg. Ja, oké. Help je wel. Nou, kill me. Nee, wacht. Ik ben het niet. Ik leef nog. That's epic. Rudy! Joost, ik ben hierboven! Waar ben je? Hey, hierboven! Ik was je kwijt! Joost. No. Oh. Wow. Oh, drie kills? Venten van de electrical naar navigation. En Wouter ligt daar dood naast een ventje ongeveer. Interessant. Rudolf is het niet, want die heeft gescand. Hoppa, we got him. Sterk. Ja. Oh, heb je hem gevent-checked, Shanna? Sorry? Heb je hij ging venten, maar... Heb je hem gescand-checked? Gemetscand. Nee, hij heeft gescand en toen had hij dat geluidje van zijn scan in zijn microfoon staan. Oh ja. Audio leakers, man. Kom maar. Nee, dat is een sound effect. Een soundboard. Nee, ik ben veilig, jongens. Geloof me, ik ben veilig. Sound effect, zei hij. We zijn op 7. Ik denk oprecht dat het Shanna en Ryan en Joost en ik niet zijn. Ik weet zeker dat Link het ook niet is. Oké, dan Link het ook niet is. Ja. Het is 7, het is 7. Ik weet zeker dat Link het niet is. Het is niet Link. Dank je. Ik ben heel geinig, jongens. Ik ben aan het genieten. Ik denk Link is Siri. Maar ik zeg alleen maar Siri, omdat ze dan heftig reageert. Siri, ik werk niet meer samen. Ryan zegt niet Link, alsof hij aan een meme is met Link. Ryan, kom maar 4. Ryan, kom maar 4. Ik blijf bij Rudolf. Ryan, kom maar 4. Oh, dat was een legit vent! Dat was een legit vent! Paars of blauwe fiets? Erwin, de vent! Het was... Kaldebutton. Het was Erwin alweer! Kaldebutton! Nee! Het is allemaal venten. Het is allemaal venten. Nee! Ren, Joost! Ik ren! We moeten naar links, Rudy, kom! Fuck links! Oh. Oh, dit is on... Nee, niet killen! Button! Nee! Nee!
Wat gebeurt hier? Ik zei toch, ik stem Erwin, ik zei het toch. Zo. Nee, het is Erwin. Erwin Vente. En als de impost... Als de imposter vent, zie je gewoon wel het klepje gaan namelijk. En toen zagen wij hem, we die kunnen allemaal venten. Maar dat klopt trouwens! Ja, je ziet gewoon het klepje. Het is leuk, maar... Ja, het is Erwin. Dat klopt trouwens, maar... Ik dacht dan, hebben we al geen... Ik dacht, dat zie ik misschien... Is waar? Ryan, Shanna. Wat? Nee, het is Erwin, jongens. Wat kut, hij gebruikte de ventknop. Hè? Ryan, kom op. Of is het wel Shanna? Ik ben zo... Nee, ik ben het oprecht niet, Ongelooflijk. Ik heb Rudy gekleerd en die is nu gekillt. Wat kut dit, wat kut. Nee, helaas. Oké. I'm afraid. Oh, wat kut dit. Oh, nou wordt het lastig. Ik denk dat Henry... Oh. Oké. Dat was mooi. Hey, Huffelen, thanks voor de 100 bits. Flamingo is back. Welkom back, Flamingo. Sure, thanks voor de 5 subgiffies. Aan Vinner, Krulsnor, Graus, NL, Kars, Silent Kill. Gulman, thanks. Yeah. Hallo. Erwin, waarom gebruikt je de ventknop? Gewoon. Ik moet zeggen, die third imposter plays zijn wel lastig, hè. Je komt met 3 man aan en dan word je gewoon gekleerd en 3 man loopt weg. Het enige wat ik heb gedaan in deze game is als ik gek gaan lopen venten en als ik ergens uitkom en dat was, sneek degene zijn kill door. Hallo? Ripperoni. Maar je gebruikte wel de ventknop, toch? Niet, je liep er niet op. Zeker. Ik dacht van, ik ga gewoon aan het begin direct op de ventknop klikken en de chaos veroorzaken. Wat dat was hilarisch. Oh, dat werkt als geest. Oh, dat is gek. Oh, nee, kom maar kijken dan. Ga eens in Link. Dan ben jij het, Ryan. Oeh. Oh, jij bent het Link! Nee! Ik kan er niet in! Hoezo niet? Huh? Omdat je eruit komt. Oh, ik dacht even... Oh, ik dacht even, dat is imposterachtig. Ik ben het ook. Ryan, doe je even venten dan. Oh, hè? Nee. Huh? Was ook niet geklept. Nee, oh, ze snappen het niet. Ze snappen het niet, ze denken... Oh, nee. Nee, ze snappen het niet. Ik vertrouw jou wel. Oh, hey. Ze snappen het niet, Erwin. Ze denken dat imposters altijd de animatie of hebben. Is Joost, of maar dat is alleen als je de knop indrukt. Bij niemand ja, dat was mijn doel. Oh, nee. Want deze 3 zijn elkaar nu aan het hartfoutje. Oh, wat dom. Uitgestemd voor saus. Ik denk dat Erwin een echte fan deed in plaats van... Nee, want Rudolf werd voor mijn neus gekild toen we de button wouden duwen. En dat was wel echt Erwin. Ja, dat snap ik. Het is sowieso Erwin. Oh, Link is onto something. Maar misschien heb je een echte fan gedaan, overheen gelopen. Dat kan. Door een bug of door... Het is Ryan of niet? Nee, het is Link. Het is Link. Oh, het is... Oh, wauw, nice. Oh. Ik ben iedereen kwijt. Het is zo grappig om gewoon die gesprekken te joinen random. Hallo? Oh, daar is je. Hallo? Hallo? Is het Link, tijger? Link? Is het Link? Hallo? Ik weet niet of Link het Hallo? Is. Hallo? Ik vertrouw jou niet. Het is Link! Omdat je de deuren gingen dicht. Oh, ik ga naar boven. Okay. Gaan ze dit ooit uitvogelen? Dat is de vraag. Ik denk het niet. Wij hebben het wel uitgespookt. Ja. Dat was een echte vent. Nee. Van wie was een echte vent? Joost, denk ik. Jones. Oh, nee. Ik denk dat Joost het is. Oh, nee. Waarom zou je het zo? One head. Ik heb niet opgelet, ik zag niet. One head. Normaal gesproken als je overheen loopt, verdwijn je gewoon. Ik vent het per ongeluk. What the fuck? That's really suspicious. Ja, dat moet je niet zeggen, man. Oh, Ryan is er nog. Ja, gaat er hier nou iets gebeuren? Of, ik leef nog. Ik heb nog een Link durft het niet. Ik ga even een task doen, Nou, doen we even deze. Oh, dat ziet er goed uit. Ja, lekker. Nee, je hebt een... Nou ja. Ik kom maar lekker met de meiden. Ook iedereen is bij elkaar, is niet te doen. Alright. Oh, ik ben klaar. Oh, echt ziet? Ja. Gaat het? Nou, oké. Wat is weg? Ga eens in een ventje. Welke wil je? Ik kijk of je een kleppen, maar mag ik kiezen? Ze snappen er nog steeds niet. Ik ga deze.
Wat kut. Wat kut. Wat kut. Oh. Oké, dude. Oké. Nou, deze dan. Dat kan niet. Nee, je mag niet terug. Je moet in de boot. Oh, shit. Dat kan... Oh. Oh, hij is weg. Oh. Nou, oh, wacht. Ik kan achteraan. Waboom. Waboom. Wob. Oké. Hé. Hallo? Hallo? Hey. Jullie teleporteren echt heel veel, dat is echt bizar. Nee, ik loop alles, want ik vind het eng die random vindt. Ik ga even weg, doei. Ah! Oh, Joost heeft wel een kill gemaakt. Huh? Wacht, hè? Was... Met Tas. Ja, die plaatje. Wacht, hè? Ik heb hier nog een venten de hele tijd. Killde Joost of Link nou? Per ongeluk. Was het nou wel Joost? Ik ben confused. Hè? Ik dacht dat het Link was. Iemand zei dat Link was. Ja, Erwin zei het, maar Erwin is de andere imposter. Godverdomme. Is het wel Joost? Oh, is het wel Joost? Het is wel Joost, al van hoe die praat. Oh, is er niemand bij Reactor? Ook, Oh! Ja, ik zei het ook. Oh god. Ik stonden bij Reactor. Er was niemand. Ja, maar dat wil niks zeggen met deze mij geweest. En ik stond bij Siri de hele tijd. Ja, maar ik stond bij Joost. Ja, ik heb vrijwel Link de hele game gezien. Oh, maar dit is zo moeilijk. Ik denk... Ja, oké, Joost kwam dus met het feit van hij kleppert niet altijd als je de knop indrukt, dan kleppert hij. En als je door spatie overheen spatie er overheen loopt, dan kleppert hij niet. Dat neem ik aan. Dat neemt hij aan. Want ik zat bij Erwin heel lang en hij teleporteerde net zoals ons eroverheen en ineens klepperde hij. Dus hij kan kiezen tussen een klepper of geen klepper. Dat is gewoon ik hoorde eerder ook al dat Erwin een vent had gedaan of zo. Of een kill had gedaan, dus ik denk wel dat het... Erwin op zich goed was, maar voor de rest... Maar Joost is Erwin. Ja, nee, Erwin hebben sowieso 100% goed. Ja, maar Erwin is sowieso goed. Ik zag hem zeg maar en teleporteren en klepperen, laat ik het zo zeggen. En daarom heb ik die conclusie gemaakt. Oké, we zijn beide de hele tijd bij elkaar geweest, toch? Want ik bedoel, Joost found Link en ik found Shiri. Wat nou als we gewoon beide random op één van de twee en dan kijken of we één lijn zijn met onze persoon waarmee we liepen. Oké, ik heb anders toch? Ik heb gestemd. Maar Link heeft de info toch? Geniaal plan. Jezus! Wat? Holy shit! Wat een plan. Maar Link heeft alle info toch? Videomateriaal hier. Spider-Man. Oh god. Tas zijn echt bijna klaar. Ja. Hebben alle ghosts het gedaan? Sorry. Ja, ik heb wel, ja. Ja, ik heb alles al gedaan. Turret en poster. Oké, maar laten we niet wel. Laten we niet met z'n allen gesprongen hierboven. Oh. Ik ga met hem mee, joh. Oh. Henry Land doet echt super. Yeah! Zo. Oh, dus de fans komen niet altijd op hetzelfde plek uit. Oh, staat Henry Land tegen ons? Die monoloog. Ik had net een heel treurig moment met Henry Land. Hey. Oh, hier. Hallo. Ik denk dat hij ging in navigation, die onderste vent in, kwam bij die bovenste navigation eruit. Ik weet het niet. Hij was 2 meter gevent. Ik ben een heel rondje met Joost wel geweest. Link die weet gewoon maar, dat Joost het is, toch? Dat moet wel. Ja, het is Joost. Ik weet niet. Want hij was bij jou en Joost, kan kiezen, I mean. Maar misschien heeft hij dat van Link gehoord. Want ik vent de eerste. We waren met z'n drie testen met de venten. En eerst ging ik. En ze snapte nog steeds niet dat je de ventknop kan gebruiken. Gewoon nog steeds niet. Ja, ik weet het echt niet. Het is echt ongekend. Maar ik weet het ook echt niet. Ja, gewoon dit aanhoren, dit is zoveel pijn. Wie moet nog een task? Dat is de vraag natuurlijk. De persoon zit gewoon te stallen. Link is aan het stallen. Link is aan het stallen. Oh ja, echt? Ah, oh, man. Wie is het? Link is moedwillig. Hij doet de meme. De fan dive, zeg maar, met z'n tweeën. Man, mijn opname is al 20 minuten bezig. Tering. Het is lang, man. Ja, ik ben de... Ik was vol... Oh. Ik kom mee. Oh, I wanna come. Shit, ik ga niet er vooruit. Ga naar beneden, ga naar beneden. Naar beneden. Oh, het was goed, Joost. Wat een verrassing. Moment dat Ryan en Siri voor een seconde gesplitst waren, killde ik Siri. En Ryan liep gewoon door als de man die was. Ik zei gewoon al heel lang dat het Joost was. Ik heb een task en dan ga ik hem goed gestemd. Link was een meme, toch?
Ik was aan meme. Oké, even de uitleg. Ik heb 10 minuten lang genoten van Siri die zit te denken. Ja, maar hoe werkt het? Ik liep ook in het product op een vent heen. Oké, luister. De imposter kan dus gewoon vent teleporter door op te lopen, maar hij kan ook op de knop drukken. En dan kan hij hem ook recyclen en zie je de animatie. Dus dat... Dat was hem. Maar Joost deed dat in Reactor. Nee, ik heb dat geen één keer gedaan. Oh. Ik ben alleen maar gegaan voor een cafeteria om deze chaos te veroorzaken. Dat was wel heel fun. Dus ze kunnen het alleen als ze het vrijwillig doen. Die missen we. We waren echt lekker bezig. We waren dezelfde vent in het gaan. En we kwamen ook bij dezelfde uit de hele tijd. Dus het was echt elke keer ging Joost en ik splitsen en ineens echt drie school water bij elkaar. Ryan. Ik zag die trieste vent van jou. Met jullie alleen maar bij in navigation. Ja, ik dacht... Alleen jij ging onderlangs en bij die met Siri was. Ja. Ik vond het wel. En daarna kwam ik gewoon twee keer achter elkaar bij dezelfde vent. Hoe dan? Wat doe je al? Met alle op je was. Ja, zo klein. Oh, Jeremy komt de game niet meer in. Zullen we polis maken dan? We kunnen wel een nieuw potje van een nieuw mappie. Polish of zo. Ja, ik maak wel even een... Ja, doe niet moeilijk. Maak wel even een Polish, joh. Create. Polish. Oh. Hallo. Hey. 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 Ik ben helemaal bang van, jongens. Siri, hoe join jij zo snel elke keer al? Ik wil roze. Ja, jammer. Ruby, die slash imposters heeft hij niet gepakt. Oh nee, hij reset na een tijdje als mensen joinen. Dus ik moet denk wachten tot iedereen gejoined is. Hallo. Oh, ja. Hallo. Maar goed dat je het zegt. Ik weet niet hoe lang we nog gaan spelen, maar het lijkt me wel super leuk om vanavond ook nog een keertje zombies te spelen. Als het zombies vond ik niet zo de vorige keer, maar ik kan het wel doen. Maar met proximity. Voor video's een beetje eenmalig. Ja, maar laten we al niet. Ja, Christmas is ook niet een beetje outdated. Zeg maar, we teleporteren al heel erg veel. Ja, oké. Oh ja, ja, fair enough. Ik dacht misschien één keer proberen, maar we kijken als jullie zin in hebben, allemaal goed. Kijk. Kunnen eerst deze toch nog doen? Ja, is goed, leuk. Let's go. Ik ga even de settings zo fixen. Oh, ik fix het zo. Oké, nou ik dacht, Rudy, fix beter. Nou, joh, wat? Nee, ik had het goed getypt. Shut up. Echt mooi. Kun je die imposters nog aanpassen in de lobby? Ja, je hebt wat commands. Iedereen zit erin, hè? Ik hoor shit in mijn linkeroor, ik word je zo spasselijk. Lekker. Oh, echt heel stil. Houden jullie van linkeroor? Ja. Houden jullie van linkeroor? Ik ben normaal wel van ASMR, maar dit is echt me te veel. Oh, lekker. Oh, lekker. Hey, nieuw mappie. Ik kan ook echt goed gaan op ASMR. Jongens, even kies faken. Ja, wacht, ik kom goed. Ik fake het omdat ik echt imposter ben. Oh. Oké, ik zal het niet doorvertellen, oké? Oké, niet doorvertellen. Hey, ik denk dat hier moet ik zijn. Nee, Ryan. Ryan? Ryan. Hey, Peter. Mooi, lekker. Hallo? Hij betaalt dus alles. Yo, is het gewoon een date, joh? Hey, Ryan. Hey, joh. Hey. Ik vertrouw je wel, hè? Ik word helemaal nat hiervan. Van de kamer. De kamer! Okay. Huh? Oh. Nou, Ryan is nat. Dan weten we dat ook weer. Top. Kan ik hier in alle vrede nu lekker downloaden. Hey. Hey, Rudy. Hey, ik heb net een berichtje getypt naar je. Echt? Waar? Ja. Oh, in één keer, Duncan. I did it in één keer. Ik ben zo alleen. Oh, echt? Ik hoor Joost alleen zijn. Hey, heb ik toch nog één. Jongens, ik moet iets bekennen. Oké. Wie zag je venten? Ik heb hier een verdachte situatie waarvan ik dacht van, dit is wel de button, maar... Vertel. Okay. Namelijk met Shanna en Joost in MedBay. Zij kunnen mij clearen, want ik heb een medscan gedaan. Oké. En Jer, die zei vanuit Decontamination... Ik heb Rudy horen zeggen dat hij de imposter is. Maar... Nee, ik ben het niet. Met Rudy heb ik bij Vitals gestaan en daar deed hij dat pasje. En via zijn koptelefoon kan ik horen dat hij de scan heeft gedaan. Want ik hoorde het geluid van Test Completed. Ik vind je audio leak, man. Nee, het is gewoon, ik heb gewoon een goede mic, joh. Dat is het. Het is ook niet Ryan, want de visual tasks staan aan en ik zag hem... Staan ze aan? Oh. Ryan is nat. Oké.
Maar we kunnen wel zochten uitfoten, dan. Dat maakt verder niet uit. Ryan is wel nat. Just so you know. Ik heb op Jeremy gestemd. Ik heb op Ryan gestemd. Nee, ik heb op Jeremy meteen verdacht. Omdat Jeremy tegen ons zei dat Rudolf het was en Rudolf is het niet. Dus. Dat is wel waar. Maar ik zei tegen Jeremy dat ik het was. Ik gaf gewoon informatie door. Ik heb lekker geen ASMR. Can't blame him. Ik kan niet gewoon het soundboardje aan. Oh, Erwin is gecrashed. What the frick? Oh, frick, ja, man. Nee, maar dit was een anonymous vote. Oh, ja. Okay, no one. No one. Ik het goed. Oh, hij heeft de settings niet over me. Oh, ik denk dat de settings reset naar die imposter switch of zo. Oh! We got him, boys. We got him, boys. What the fuck? Nou, dat was een leuk potje. Ik de enige was. Oh, iedereen. Oké, cool. Rip ik wil dood, ik wil dood, ik wil dood, ik wil dood, ik wil dood. Ja, ik! Ah, feels bad. Oh, dat is wel een klote. Ik had het dus goed. Laten we... Ja, dat was heel erg niet, omdat je zo lekker aan het genieten was, joh. Ja, was goed. Had je het kut vondat je gekild? Rudy, was jij het ook, of niet? Nee, ik was het niet. Nee, was Erwin. Oh, mijn... Ik kan niet connecten at the moment. Erwin is ook gecrashed. Erwin liep ook echt super sus. Erwin is überhaupt gewoon overleden, volgens mij. Ja. Is het niet heel leuk om deze op Mira te spelen, aangezien die fucking veel fans heeft? Ja man, dat is OnlyFans. OnlyFans. Kan een van jullie hosten? Want bij mij doet hij niet. Maar Polis heeft best wel weinig fans, toch? Ik ben niet heel erg ervaren met Skeld. Ik wil wel proberen. Kan iemand anders hosten, want bij mij pakt hij niet. Mira bedoel je? Ja, maakt niet uit. Gewoon een map. Alleen geen Skeld dan. Uptake OnlyFans chat. Ik denk oprecht dat de Skeld servers vol zitten. Welke map moeten we nu doen? Ja, ik heb wel een game kunnen maken. Ik heb daar al een half uurtje. Uit. Ik wil eigenlijk al Uno Mask hallen, maar... Oké, dan heb ik hem gewoon op Polis gezet. Jullie niet verlaten, weet je. Eén goede opname. Ik gezellig gast. Ik vind jullie gewoon heel gezellig. Mijn game krijgt. Ik kom er wel in. Moet je laden. Ik kom er wel vaak weer. It's loading. Oh, en disconnected from the server. Ik restart mijn game denk ik gewoon even. Nice. Dat is pech video weg, ja. Dat was een leuke titel. ASMR doen voor Siri en ja, wegtitel. Oh, maar je kan dat gebruiken als intro stukje voor dat andere epic potje wat je nu gaat hebben. Oh. Hallo. Catching my drift? Nee, hij is een nieuwe man aan het maken. Maak je een nieuwe, Joost? Ik zit daar met 4 man in de lobby. Ik sta nu weer op Europa, dus ik moet even de game weer patchen. Blip! Okay. Want die met L begint, die doet het wel? Ja. Ja, moet wel even kijken... Onze kleur bij mij niet. Moet wel even kijken of rechtsonderin nog Skelpenet staat bij je servers. Ja, dat staat er ook bij mij, maar hij doet het niet. Doet het niet. Bij mij doet het heel erg lang. Hij doet het niet. Hij doet het niet. Je hebt heel veel mods. Je hebt ook Christmas mod, 50-50 mod. Hij doet het niet. Wat is 50-50 mod? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik denk dat de helft gewoon een imposter is. Joost, hij doet nee, het dat niet. Nee, dat kan niet, want dan win je. Het zou ook echt goed zijn als je niet als de imposters van elkaar niet wisten of ze imposter waren. Hij doet het. Joost. Er zitten 8 mensen in de lobby nou, niet zo zeker. Een paar keer, Joost, hij doet het niet. Ik wil Christmas wel even proberen. Hij doet het. Alleen mijn crewling doet at the moment niks. Oh. Gewoon een uur lang zitten spelen. Hallo? Hallo? Ik moest wachten. Er was een wachtrij. Er was blijkbaar een wachtrij. Ja. Oh. Bep, bep. Heyo, jongens. Heyo. Heyo, zijn jullie allemaal ready to freeze? Weet je hoe de settings werken, Joost? Je moet even / game mode fan teleporten. Well, I did it already. You can check if you press the chat box. De crewmate vision en imposter vision zo staan niet goed. Je moet anonymous vote... Wat wil je hebben dan? Anonymous vote uit, denk ik. Visual task of discussion time zou ik 15. Ja, maar nog lagere discussion time. Ja, ik zou de voting time hoger zetten. Discussion time kun je niks. Ja, goed zo. Player speed zit goed. Crewmate vision 0.5. Imposter vision 1. Dat hebben we altijd. Imposter 1.25. Taskbar visual update. Task. Mag je zelf weten. Visual task uit. 3 liter een windje. En short task 4. Anonymous voting, maybe? Ja, hoeft niet per se, want iedereen vent, weet je wel. Dat is al moeilijk genoeg. En als het goed is. Confirm eject staat nog aan. Ik weet niet of dat boeit. Ik weet nou niet uitzetten. Of dit in je voordeel werkt of in je nadeel, de events. Als ze imposter. Je moet je speelstijl veranderen. Dit is goed, denk ik. Als mij, toen ik imposter was, ging het wel. En emergency meeting staat op 2, die kan nog op 1 eventueel. Dat is 1 button per persoon. Oké. Hi! Let's go! Let's go!
Yes, we're weer een poster. Oh, yes, Link, let's go. Jij en ik beide. Nice. Let's go, dude. Let's go. Waarom is iedereen zo enthousiast over imposter zijn? Even sleutels faken. Let's go. Oh, ik dacht dat we Mira. Let's go, chat. Let's go. Let's go, champ. Hey, let's go. Weet je wat Milan heeft? Oh. Joost. Oh, lichtjes uit. Joost. Hallo? Oh, Joost. Ik ben gevent op ding. Labs. Yo, hey, ben ik Jeremy. Een labs? Ik ben een labs! Jeremy, ik ging net naar die telescoop en ik had gewoon in één keer de planeet. Let op hè, ik ga hem ook in één keer doen. Hold op, ik heb bijna. Oh ja, ja, heb je hem in één keer? In één keer, boys. Indrukwekkend. Jongens, heeft iemand zelf? Heb je wel last van aanbijen, Joost? Iemand stallen. Wat dan? Ja, Link heeft mijn knetter uit geburnt. Oh, wat dan? Oeh. Ik dacht aan iets anders. Oh, maar... ik realiseer me dat dit een probleem is op deze map, want we kunnen niet bij de linker reactor komen. We kunnen niet bij de linker reactor komen. We moeten een body vinden. Is er iemand dood? Oh, wat? We zijn er? Oh, sick. Ik was er al eerder ingegaan. Oké. Okay. Wacht. Hoe? Ik was hoe hebben we de linker gefixt? En toen daarom ik er... Oh, je bent eruit gekomen zeker? Ja, ik ben er al één keer ingegaan. En toen daarom kan je er niet heen. Ja. Vandaar. Perfect. Er zit een vent recht voor de linker reactor. Oké, imposters, don't do this. Super moeilijk. Oké, dus geen reactor? Ik vond Link boven electrical. Ik kwam uit die vent na de Link zou me killen. Dus, wie was er niet bij de... Want wij gingen naar de linker... Met Shanna volgens mij, met Henry Lind, ik en... Ik was in labs nog bij jullie. Ik kwam met mijn labs, ja. Ik was bij de linker, maar ik was geteleporteerd. Wouter, Jeremy, Shanna en ik waren bij labs. Nee, maar Jared, het maakt niet uit, want op het moment dat iemand daarheen liep, zijn we weggeteleporteerd. Dus misschien dat er één iemand naar link geteleporteerd was, snel even de kans gepakt. En we ja. Nee, want er was daar niemand, want we gingen allemaal tegelijk erin. Ik had vitals gecheckt, terwijl reactor werd gekald. Toen ben ik naar boven gelopen en toen was ik al aan het schreeuwen van er zijn twee mensen dood. Dus ja, dat hoorde ik. Dat zei hij is inderdaad. Niet super fresh. Dan is het Siri. Wat? Wat? Ja, dat kan. Sorry, ik ben ik niet aan het opletten, maar waarom word ik nog beschuldigd hier? We waren met z'n vijf bij elkaar, klinkt, toch? Dat klinkt wel overtuigend. Of niet? Ja. Of Ryan, ik ben in de war, dus ik heb ook geen verdediging. Maar ik ben echt in de war. Ik heb even gemist. Oh, ga maar lekker. Het is Ryan. Ik heb Ryan gestemd. Ik vertrouw die orgaten van Rudy. Ja, dat is heel mannelijk. Ja, ik heb het gemist. We got him, boys. Ik heb oprecht de beredenering gemist. Ik hoorde het niet. Oh, de beredenering was... wel goed. Nou, top. Was er een beredenering? Jongens, deze QR-code kun je scannen met je telefoon. En dan kom je bij een treinfilmpje. Mijn Rickroll. Ja, probeer maar. Oh, jullie mogen... Doordat ik dat zei, betekent het dat ik onschuldig ben trouwens. Ja, ik had hem gefaked. Oh nee. Wouter, kom je redden. Nee, ik stond ook al buiten. Huh? Zijn jullie al buiten? Killen, ja? Want ik adoreer jouw oorgaten. Ja? Maar mijn oorgaten zijn wel mannelijk. Wacht even, waarom loop ik? Ik heb nog echt de MLG-knop ook. Oh, what the fuck? Oh, ik heb ook een MLG-knop. Ik had de MLG-knop. Ah, jij ook. Wacht even, weer twee mensen dood? Nee, één. Oh. Nou, we kunnen nu wel wat meer uitsluiten, want we waren met Wouter, ik en Rudy waren we nog bij de Vitalos. Ja. Correct. En Henry heeft hem nu gereport. Ja. Klopt. Duncan is tantoe stil. Duncan is tantoe stil. Hoezo? Ik heb niks te melden. Maak eens wat geluid. Ja, doe eens even een geluid. Hoi! Hallo. Okay, ja, dat klinkt wel crewmate. Ja. Okay. Nee, wacht. Ik heb al sowieso... Ryan die stemde vorige ronde niet op Siri. Nee, omdat ik het serieus niet gehoord heb. Ja, als je me daar wel op... Wil je de beredenering nog horen? Oh, dan kan Siri het ook meteen horen. De beredenering was... Het was Siri! Dat is wel goed. Ja, daar stemde ik mee. Dat was overtuigend. Goeie overtuiging. Oké, ja, dat vind ik wel goeie. Dat snap ik wel. Wacht, Joost, op wie heb je gestemd? Ja, op Siri. Wat? Hé, hey, vorige ronde rende Duncan erboven dat er twee mensen gekild waren. Dus ik denk niet dat hij dat als imposter zou doen. Dus dan of juist Ryan wel. Of Joost. Dan blijft Joan over. Oh, ik zat tussen Ryan en Duncan eigenlijk. Ik had vorige ronde al sociale informatie. We kunnen snipen. Op wie zit jij nu? Waren jullie allemaal bij Electric of Lights? Voordat jullie mij allemaal unaniem eruit stemmen. Ik zat in labs, was ik lekker aan het... We snipen, boys. Oké, het is Joost of Duncan dan? Ik ben het niet. Ik was aan het MLG.
We kunnen ook waarom zou Ryan skipfoten terwijl hij buigt voor een port? Ik heb net al flink lopen crewmaten, jongen. Is het Jones? Ja, maar dat zeg ik ook als ik imposter ben. Waarom? Duncan of Young? Duncan of Young is het. We konden freeze snipen omdat we nu lights kunnen fixen en dan button kunnen callen. Hallo? Hallo? Hoort iemand dat? Hoorde iemand mijn conclusie? Nou kijk, we kunnen nu button callen voordat er een kill wordt gemaakt. Stel, we hebben er twee keer naast gezeten. Help. Dat kan niet. Ja. Dus we kunnen nu button. Ja. We kunnen nu button callen en nog een snipe doen. Zullen we dat doen? Ja. We snipen, boys. Snipe je voor deze. Alleen Joost is hier niet, hè? Wij konden het niet geweest. Waarom is Joost weer weg? Omdat hij imposter is. Oh ja, we kunnen venten delen. Oh. Jongens, dit was heel ongemakkelijk. Ik was in dezelfde kamer. Hey, Rudy. Hey, gaan we buttonen? Oh. Ik weet het niet. De game. Oh. Ik had gebuttoned, maar het lijkte. Oké. Ja, Rudy wilde een snipe doen, dus ik dacht. Alsjeblieft. Wat wilde jij zeggen, Joost? Je was aan het praten toen de button ging. Je zei kill me. Ja, ik zei kill me, ik zei storage. Dan ziet niemand mijn lichaam. Dat zei ik, dat zong ik de hele tijd. Oh. Oh. Dat is heel sus, Joost. Ja, waarom ging je niet mee naar lights? Huh? Nou, ik zei letterlijk, ik moet nog steeds mijn MLG-knop indrukken. Daarna heb ik het olie bij gevuld in en ik was in storage om hem weer te vullen. Oké, okay, Jeremy, ik volg jou. Ik stem op Rudy. What the fuck? ergens voel ik ook Rudy, ik weet niet waarom. Nou ja, toen wij met z'n drieën stonden... Oké, nee, ik luister naar Jeremy. Ik stem op mezelf. We got him, boys. Nee, okay. ik heb niet op Rudy gestemd. Oh. Maar de imposter... dat is slim. Dat is slim, want de imposter heeft wel op mij gestemd nu. Ja, waarschijnlijk. We got him, boys. Ik heb op Joost gestemd. Oh, ik snap het niet. Als jullie eruit stemmen, dan hebben we verloren. Ik denk dat het Duncan is nog. Ik wil doodgaan door de imposter. Ja, het kan ook Joost zijn. Het is Duncan. Hoezo, of Jeremy is het? Hoezo ik dan weer? Ik heb of Wouter. Ja, Deb. Ja, nee. Waarom is het Wouter niet? Oh. Ik heb Loki het idee dat Siri goed was. Oké, luister. Dat denk ik ook. Ja, ik denk ja, dat ook, ja. Wel. Ik weet dus niet of Jer en Rudolf toen we dat met z'n drieën waren. We kunnen nu van nee, maar of wij een van ons het was. Ja, maar nee. Er was één kill gemaakt, dus het kan ook één van ons zijn. Ja, maar ik denk dat er al een sabotage of net wat is. Oh, oh. Het is Duncan! Duncan! Het is Duncan! Wat, hoezo ik? Ik denk eigenlijk dat Wouter het is. Dan nee. Het kan Wouter zijn. Ik voel Rudy. Ik voel Rudy. Duncan, ik weet niet waarom. Duncan, Duncan, ik voel me gebeet. Oh. Hey, we got him, Jeremy. Oh, wacht, we spelen natuurlijk die fan teleporter. Oh shit. Joost, blijf venten tot, ben. Tot je de linker reactor bent. Oh no. Oh no. Oh! Oh! We did it, boys. Ja, I did it. Ik stond aan links. Yeah. Lekker. Beste vent. Oké, okay, Jeremy. Call the button. We hebben hem. Oh! Okay. Duncan killed him. We got him, boys. Oh, nee. Dit helpt me niet verder. Nee, nee. Dit maakt het wel compleet, het plaatje. Oké, Duncan, go. Oké, ja, nou, ik heb flink... Ik heb de hele tijd... In ronde 1 had ik informatie. Bij overleg 1 had ik dat Ryan de tweede imposter zei. Dat was niet helemaal goed. Maar Jer, die beter eerst, die maakte mij sus en nu blamet hij mij. Nee, maar dat kan niet, want ik was de eerste ronde en de tweede ronde toen ik met Wouter en Rudy was. En er werd iemand gekild, waren wij met z'n drieën. Ik zat op of Joost of Duncan. En Joost killde niet iemand voor mijn neus, dus dan is het Duncan. Ja, maar ik... Nee, maar wat? Wouter, hij killde hem voor mijn neus. Het verhaal van Jeremy juist, Wouter. Rudy, waarom heb je nou, kijk, we waren dan met z'n drieën, maar er was maar één call, één kill gemaakt op de andere plek. Dus daarom zei ik ook, het kan Rudy, Jer of ik zijn. I got him. Ik heb de linker reactor gefixt, hè? Waar was de big rest? Brain. Ik vind ook Jer nu echt sus dat hij... Nee! Wat is nu sus? Oké, Wouter. Nee, dat was big brain. Gewoon dat je zo snel weer op iemand anders zit, terwijl je Duncan niet de kill hebt gemaakt. Je hoeft linker reactor niet te hebben. Dat heb ik wel. Hij staat bij de tafel. Hij stond bij de knop en Rudy wilde drukken en toen... Als je links fixt, dan ben je zo goed als innocent, want die zit onmogelijk om te bereiken. Jeremy, ik geloof het allemaal wel. Ja, man. Met Jer mee of mee op Jer? Op Jer. Yes! Dit is echt heel teleurstellend. Toch, Jer? Jouw is geschaad. We got him, boy. Dit is nice, ja. Yes! Ik krijg een applaus van mij. Yeah. Oh my god! Let's go. Ik ben echt uitgestemd van niks, jongen. Let's go, Jeremy. Yeah. Jeremy, jij en ik, big brain duo. Maar ik vond het zo toepasselijk dat freaking Rudy dood was. En ik dacht van, ja... I don't know. Nee, Jeremy en ik hadden een big brain plan. Ik vond onze snipe op serie eigenlijk wel goed. Jongens, alle mics... Dat was zo balen, joh. Ik was het gewoon naar werkelijk. Hey, Jeremy. Een bugje.
Hey, we the best big brain duo ever, man. We the best. Het is een goede beat, het is de beste. Yeah. We the best among us. Yeah. Another one. Ik was maar de boss lekker niet doodgemaakt. Yo, maar... Ik kan even de Unomas. Oké, oké. Ik doe er nog wel één of twee zo. Als je de linker reactor fixt, ben je van jezelf gewoon al niet zus. Nee, klopt, want ik kwam er langs, weet je. Oké, succes! Hey, dankjewel. Okay, ik had geprobeerd naar Link Reactor te lopen, zelfs als in de posterkant. Ja, ik was ook aan het venten naar Link Reactor. Weer crewmate, fuck off! Het is Link. Ah, ik ben imposter alweer. Ah, damn, ik ook, dude. Oh, ik even mijn keys faken. Blijf bij mijn buurt, Link. Altijd keys faken. We need to fake all the keys. Mag ik Joost, welke key had je? Ik had die blauwe. Ja, maar welk gat? We got him, boys! Komt Shanna nog terug? Oh. We got him! We got... Ik heb scan, oh. Ja. Geen op. Oh, ja. Wow. Zie je? Oh. Oh, hi. Ik was net te laat. Ik hoorde echt... ik zie al mee. Ik denk jullie gaan het echt doen. Siri, waarom zijn je snel weg daar? Ja, omdat Linker en Duncan zei, wow, we killen Siri, ik heb cool, killen. Huh? Maar toen ging ik snel vent. Ik heb helemaal niks gezegd. Waarom zeg je dat? Oké, sorry, ik zal even de subpies bijhouden. Lorem Ipsum heeft een subgiftje gegeven aan Jorts. Oh, dat was het. Oké, cool. Nou, thanks. Thanks, chat. Thanks, Lorem Ipsum. Thanks. I got you, random stranger. I got you. Wat vonden jullie van mijn truc op Joost? Hij raakte in paniek. Helaas zit niemand op Doodoo, behalve 18 plus mensen. Dat is heel gek, denk ik. Volgens mij is Doodoo jonger dan 18. Goed. Gekke geiten. Rudy, kijk even mijn sub. Oh. Hey chat, hoe gaat het? Heel grappig, hè? Dit zijn leuke potjes, vinden jullie niet? Het is heel leuk. Nee, het klinkt wel geloofwaardig. Ik heb gezegd, jullie me zien venten en toen liep ik in de vent. Ik heb niks jongens, gezegd verder. Oh, wie was die andere roze dan erbij? Ik heb dit met de kill te maken, want Shanna heeft report. Ik heb gereport. Oh ja, vertel. Ik heb niks gezegd, ja. Nou, hij lag bij die raket rechtsboven, bij die raket waar je op die hoekjes moet duwen, zeg maar, in de gang. En wie is het? Joost. Nou, ik heb daar het laatste Joost gezien, maar toch ging het licht uit, dus ik heb geen idee. Oké, maar Duncan zegt dus rare dingen van cooldowns en zo. Maar... Ja, maar dat was hoogstens gewoon een geintje. Kijk, Duncan naar links! Ga niet op mij stemmen, vieze honden! Oef. Nee, dan had je al lang neergehaald, Link, dat weet je. Oef, Ryan, hoe voel je erbij? Wat is dit? Imposter, kill Siri. Ja, Link, zullen wij weer samen lopen? Oef. Nee. Oké, Duncan, waar ben je? Maar ik vind het wel sus... Ja? Hey Siri, dat Duncan dat zegt, dat is wel zus. Ik dacht dat Shanna mij en Joost al hoorden praten eigenlijk. Wat het dan duidelijk zou maken. Maar, blijkbaar niet duidelijk genoeg. Ik heb je bitches gemist. Wat? Doodoo met de 100 bits! Nee, daar heb ik al op gereageerd, Doodoo. Doodoo, daar had ik al op gereageerd. Die was van een uur geleden. Daar had ik op gezegd, we beginnen 6:30. En het duurt waarschijnlijk ongeveer 3 uur. En het wordt sick. Jongens, 30 december 6:30, zet het in je... Oh, hold up. Hold up. Even kijken. Ja, oké. Okay. Dat is deze toch. Oké. Okay. Zet dit even in je agenda. Dit hierboven. 30 december, 6:30. Het wordt echt sick. De surprise guests, epic. Not gonna lie, jongens. We hebben echt... het wordt best wel groot. Not gonna lie. Het wordt sick. Dus zet dit erin. Blijf 3 uur lang kijken, oké? Okay? Commit voor Joost en Rudy. Joost X Rudy. Doe dat. Oké, chat? Jullie zien het nu allemaal, toch? Dit. Je zou mijn agenda gekocht hebben voor 2020. Maar dat is wel een goede grap, Lotte. Dat is een goede grap. Dat is zo'n grap dat didn't age well, weet je wel. Iedere brugklasser die een hele mooie agenda koopt en nu denkt van, oh. Maar kan dan niet, oké. Okay. Goed, wel was ik met mijn gameplay. Oh, Duncan vent dit. Wow. Hallo? Bjork Heijgen. Wat is de maximale range dat je dit kan doen? Ja, het valt best tegen. Sowieso 1 kijker. Yes, thanks! Maar ik zweer jongens, er komt echt die special guest die gaan jullie niet verwachten.
vandaag wel de allerlaatste dag, jongens. Dat jullie überhaupt de Easter egg kunnen vinden. En die €7,50 maar kunnen winnen. Nou, nee, want dat mag ik eigenlijk niet leaken natuurlijk, hè. Hey, Rudy. Ik weet niet waarom, maar dit klonk heel triest. Ja. Waar kan ik hem vinden, Henry Land? Tell me. Welke timestamp? Nou, nee, ik... Nou, dat ga ik dus niet vertellen. Ja. Nee, maar ik heb dus voor één frame in mijn video... heb ik dus één frame... Oh. heb ik een tekstje gezet met dit en... Oh, je bent weg. Ja. Maar is het kleurrijk? Nee, Shanna dus en ik hadden een leuk moment. Maar je kan, we zagen Erwin namelijk lopen. Het geen winnen dat ik in de of video ik zag Erwin echt wow. 5 minuten geleden op de matchpin staan. Ik kwam terug, 5 minuten later stond hij daar nog steeds. Dus toen, zei ik, het is Erwin, het is Erwin. En toen liepen we, Shanna en ik, de kamer uit. Toen was Erwin dood. Ik confirm dat Erwin daar was. Cool. Dat had ik hem wel voor het laatst gezien. We hebben trouwens een probleem, want je kan niet de wires doen boven die vent in die locker room. Jawel, als je volgens mij dat wire minuutje open hebt, dan vent je weg. Maar dan kun je je wires wel afmaken. Oh, okay. Ik ben trouwens, ik weet niet wie het heeft gedaan, maar chapeau, Siri is neer. Hi backlink! Hij hoort je niet, Siri. Gedaan, ja, niet. Ik weet het. Nee, hij hoort je niet. Het komt van mijn eigen gevoel. Houd binnen. Begrijpelijk. Jongens, op het einde van de game, op het einde van de game, waar waren jullie? Oh, ik was dood. Ik was bij ze horen me niet. Ik heb gekillt door. Oké, dan was Duncan de enige die overblijft, want Shanna en ik waren ook samen. Ja. Ja, maar waar lag de body van Erwin? Maar de imposters kunnen ook samen zijn. Toch, zei je? In lab. Zijn het Link en Joost? Ja, we hebben toch twee imposters? Nee, het is Duncan en Joost. Dus dan is het Link en Joost en Link. Ik stem voor de zekerheid op Duncan dan. Eigenlijk. Lekker zonne. Ik denk dat dat Link is. Als jullie elkaar kunnen kleren. Denk dat of Link en Joost. Ik heb de meeste op Link, maar ik denk dat het Joost en Link is als jij met Shanna was. Dit is sowieso die Shanna. We hoeven niet te stemmen, we hoeven niet te stemmen. Ja, hoezo niet? Jawel, want als we... Wat? Het is wel een heel hard. Ja, lijken. Lijken. Wat doet Link? Oh, sorry. Waarom stemt Link op Shanna? Link is omdat Link een turn imposter. What a Wilhelm scream. Oh no. Oké, Jeremy. Oh no. We kunnen lights halen als we goed teleporten. Oké, dan moet wel lights. Oh, het kan misschien heel lang duren voordat iemand gekillt wordt. Ja, waarschijnlijk wel. Ze moeten gewoon naar lights. Gewoon één iemand moet naar lights lopen. Ze moeten. Oh, Link hem te button. Oh, dus. Ik ben bij de dingen, jongens. Ik ben bij de dingen. Oh, ik kan het niet. Ripperoni. Ik zei dat het een Duncan was. Ik zei het toch? Je zet hem voor jou wel, dat snap ik niet. Ja, lag. Jongens, ik zei dat het Duncan was. Ik zei nog dat het Duncan was. Ik heb Erwin gesnijd bij jullie. Ik heb Erwin gekilled in office. Wat? Oh, hoe ik heb Erwin gekilled in labs. Hoe de fuck lag je in labs? Ja, dat labs is een bug. Ik hoor niemand. Control R als je niemand hoort. Stond jij niet bij... Oh, je hoort mij. Mijn scherm bij Vitals. Hoor je mij? Ja. Nee. En daar killde ik je. Nee, daarna liep ik weg. Ik zei, je ik moet ben even hier, dinges. Want ze kunnen ons... Of, oh, wij sorry, kunnen tuurlijk. Oh. Oké, luister. Op mijn scherm, en dat heb ik opgenomen, dat kan ik laten zien. Erwin stond bij Vitals en ik draaide zijn nek om bij Vitals. Maar hij lag in office. Op mijn scherm. Ja, daar heb ik heb dat ook gehad met Dion. Ik heb daarna nog twee tasks gefixt. Echt waar? Wat? Ja, daarna ben ik Link. Was ik ook in dat potje van Siri en mij, was Erwin toch ook dood, maar ook weer niet. Wat was iemand frame perfect killed met zo'n vent? Dat is wat zou dan gebeuren? Ik hoorde ook echt Shanna en Jaja lag in labs. Ik zei van, oké. Ja, maar ik kom Erwin er nog tegen, maar dat was dus blijkbaar daar dood. What the fuck, dit is zo bugged. Dat was inderdaad wel echt heel... Zijn er nog mensen die games willen spelen? Ik ben op zich wel down. Wat gaan we te gaan doen? Ik wil nog 10 minuten, dat kan wel. Op zich. Ik heb lekker zin op die bug. Allemaal gaan met behalve de game. Ik ga er vandoor. Ja, joh. Dat is gezellig, man. Hey, wat is Christmas? Even kort een mute, want ik denk dat we even... Ik ga even dingen meer doen. Ja, joh. Oké. Ik heb zin om te maken. Later, Duncan en anderen die lieven. Fijne avond, gozer. Fijne avond, man. Thanks weer. Night, bro. Hey, later. Thanks voor het kill hem. Ja, joh. Later, jongens. Have fun. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Zijn ze weg? Ja. Party! Party! Welkom bij de Zonder Zeur Pieter Show. Wat? Oh. Wow. wat is nou... Oh, wacht. Hallo? Oh, hallo? Ik weg, zei ze. Ik weet het niet. Hallo, ik blijf. Nog even. Okay. Ik blijf van whisky wijn. Ik heb nog 10 minuutjes. Oh, oké. Dat kan niet, Joost. Nee, we zijn er weer. Dan win je, zeg maar... Je hebt natuurlijk. Ja, en je hebt imposters verkeerd geschreven. Het is imposters met dubbel O en dan een S erachter.
in poes. Wat is Christmas? Oké, okay, maar ja, de Christmas is een nieuwe game mode en ik wil hem even proberen. Volgens mij is het... Wat is het? Zombies, maar dan Christmas, volgens mij. Zijn de zombies, maar dan kerst is jezelf. Wat kloppen die settings dan? Half niks. Maar moeten we dan niet gewoon één imposter hebben? Ja, I guess. Ik denk dat misschien zijn de settings mee veranderd met de game mode, I don't know. Denk ik niet, ik kan echt niet typen. Want alle settings zijn gereset, sowieso. Imposters. Imposters? Wat voor mod gaan we maar nu ja, doen de settings zijn wel allemaal veranderd inderdaad, dus ik denk dat oké, doe gewoon één imposter, goed zelf. Oké, fuck it, ik start hem wel gewoon met deze settings, we'll zien. Moeten we allemaal een hoedje op doen dan? Ja, dat is wel goed, hè. Oh, lekker. Allemaal zo'n kerstmuts. Doe hem ook wel, wacht. Even. Maar ik heb een kerstmuts. Haha, snap je? Een kerstmuts? Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Staan, hup. Kerstmuts, oh. Ga je nou als enige zonder kerstoutfit? Vind ik erg jammer. Ik ga gewoon een kut kerstoutfit doen, joh. Wow. Een pakkie aan. Oh, ja, dit is wel... Ik vind oh, het wel pak? Ja, ik vind wel voor het kerstdiner moeten we een pak. Kerstdiner. Ja. Ik heb nou het idee dat ik het diner ben. Ik ben een boom, ik ben een boom, ik ben een boom. Jeremy is de boom. Hey, boom. Jeremy is Jeremy, bomen bewegen niet. Eten. Kerstbomen beneden, ja, je moet alleen maar stil blijven. Ik wil een wit. Jeremy gaat vanaf nu niet meer lopen en niet meer praten. Good luck, boys. Nee, we hebben 4 short tasks. Let erop als het zeg maar zo gedaan is. Maar wat moeten we doen? Oh, overleven. Nee. Staat er bij je imposter of niet? Overleven? Nee, er staat geen imposter. Imposter. Oh, wacht, dat was helemaal geen, hertengeluid. We got him. Hebben jullie de kerstman gezien? Ik ben de kerstman. Shank. Oh. Hebben jullie de kerstman? Je hebt een baby gelegd. Dat is een ei. Oh, baby. Wat cute. Baby. Oh. Yay. Dat is een elandgeluid. Maar weten we nu wat er okay. Ook een medkin. Ik denk oprecht dat er ergens een kerstman is met zijn spuitelf en die moet ons pakken. Impossible niet, ik heb medkin. Ja, maar je bent een bruine hert. Let's go, boys. Let's go. Doei Siri, have fun. Hello. Doei Siri, doei. Hello. Dat was sick. Okay. Hè? Die game wordt er sick. Ik geen reet van. Ik niet game mode, man. Luister. Ik en Shanna waren de kerstman en de elf. Ja. Jullie waren allemaal herten. Wij moesten jullie pakken. Als wij tegen jullie aanliepen, dan teleporteerden jullie naar weapons. En daar zat je in vast. Jullie kunnen waarschijnlijk... Iedereen die in web de andere bevrijden. Weer bevrijden, ja. Oh. Oh. Dat is zo cool. Ja, Cops ja, and Robbers is dit. Dit is Cops and Robbers. Really? Ah. Oh, wacht, ik maar... Ik snap er al niets van. Ik had dus Wouter en die teleporteerde dus naar weapons en hij kon daar niet uit. Ik denk dat Shanna de bug dan had. Shanna had de zombie bug, dit wanneer je killt dat het dan crasht. Oh, echt? Oh. Ja. Ja, je moet natuurlijk niet op de killknop drukken. Je moet tegen mensen aanlopen. Oh. Maar dat wordt leuk met Lacey. Kan je niet één iemand hebben als Santa? Twee is lekker. Santa en de elf. En dat is dan... De rest moet gewoon dus twee sowieso. Ja, maar twee is toch best veel? Als één iemand... Maar... Oh. Ho. Disconnect, ho. Ja, oké. Ja, ik heb helemaal niks van. Ik denk dat die Gabo niet chill is met die latency ook, man. Ja, omdat je tegen mensen aan moet lopen, bedoel je. En weinig mensen. Ja, en weinig, ja. Maar je bent standaard met z'n tweeën waarschijnlijk. Oh, de servers van Skull zijn ook gewoon down. Nu heb ik ook... Ja, oké, laten we dan stoppen. Ik had nog 10 minuutjes, maar nu... ik was dus Santa en ik killde en toen werd ik gekickt. Ja, ik had dat ook toen ik zombies voor het eerst deed. Shanna, je moet dus niet killen, je moet tegen mensen aanlopen. Willen we dat dus nog proberen met maar het was zeg maar cops en robbers. Als wij iemand pakten, werd hij opgesloten in weapons. En wij moesten proberen iedereen te pakken en hun kunnen elkaar bevrijden. Gewoon even één keertje proberen zometeen om te kijken hoe het Ik vind het wel grappig op zich en daarna is het goed geweest. Oh, wat jammer. Ik ben de hele tijd crew en nou weer... Ah, damn it. Maar zullen we dan afspreken dat je niet voor de deur mag staan? Want anders kan één iemand campen en de ander... Ja, maar dan gewoon één imposter. Dat is met cops en robbers toch. Eén iemand blijft altijd bij de gevangenis staan. Ja, oké, maar dat is natuurlijk niet te doen als je dat maakt het wel heel moeilijk. Lopen, toch? Ja. Oké, maar ik waar. Heb wel nog 5 minuutjes, dus ik weet niet of dat dan... Ja, zo gewoon kappen. Ik wil niet echt spelbreken zijn, maar ik heb niet zoveel zin meer. Oké. Okay. Ja, ik wil gewoon even een volgende keer dit doen, toch? Ja, ik voel de game mode ook niet echt, gewoon met de latency. Nee, ik wil op zich nog wel een normaal potje spelen, hoor, maar... Is er niet een 6-man game mode of zo? Ja, je kan verstoppertje doen. Jamila is volgens mij ook live, weet ik niet zeker, maar ik weet niet met hoeveel ze doen. Ik was compleet gemute. Wie gaat er nog wel door, want dan kan ik jullie raiden. Ik ga door. Ik stop zo meteen. Nee, ik stop zo lekker ook.
Crea is ook live. Ik stop. Ik ga nog door, natuurlijk. Ik heb besloten. Ik doe niet meer mee. Oké, nou bedankt voor het spelen. Ja, thanks voor de kijk. Ja, was lachen. Ja, want het was echt gezellig. Als ik jullie niet meer spreek, fijne kerst. Ja, fijne feestdagen. Ho, ho, ho. Let op je vingers. 2022. Zondag weer live, hè, boys? Wat? Hey, joe. Yo, later. Hey, fijne avond iedereen. Hey, welkom iedereen. Welkom. Zo'n potje vast voor doen. Welkom bij deze speciale podcast. We hebben in de studio Joost Bouwhoff. We hebben Rudy, Siri, Walter en Erwin. Is Siri mijn achternaam? Waarom ik de achternaam van hun niet mag zijn. Niemand kan mijn achternaam uitspreken, denk ik. Ja, ik heb je achternaam een keertje gevonden. Ik wil het proberen. Ik ga het proberen. Oké, wacht. Ik had jou een keertje gegoogeld en toen kwam ik helemaal op artikel uit en zo. Oh no. Pretzi Bexi. Nee, dat is fout. Pretzels? Wat? Oké, nu ga ik het ook opzoeken. Kan je het typen? Oh, Siri, niet. WhatsApp het gewoon aan mij of zo. Ik type het hier. Ben je nou aan het fixen? Hier. Nee. Oh, ja, dat Jezus, was Siri, wat de heck? Wat is dit? Scrobi is dit een Russische volkslied? Scrobi Swes. Scrobi Suski. Tripaloski. Nee. Tripaloski. 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 Cheeky Bricky. Hey, dat klinkt, zo lijkt het best wel. Cheeky Bricky. Kom op. Ja. Siri, is jouw naam? Ja. Als je jouw naam googelt, dan kom je bij een potje Mario Kart spelen voor de Hartstichting. What? Oh, ja, dat is van de afgelopen... Dat je samen met Monkel, volgens mij. Ja, een eindbadje, ja. Was goed, waarschijnlijk. Er staat dat je geld hebt opgehaald als Cheeky Bricky. Siri, Cheeky Bricky heeft 10 euro opgehaald. Yo, Siri, is dit familie van jou? Mag ik mij sturen? Ga je foto van Poetin sturen of zo? Een beetje op jou. Ja, dat is mijn zus. Oh, is dit je zus? Ja, dat is mijn zus. Scrippy Peepy. En gewoon als ik jouw naam intik, dan komt dit gewoon bovenaan. Ja, dat is een foto van Poetin. Nee. Siert, je zus lijkt op jou, Siertje. Nee, iedereen zegt juist van niet. Ik heb twee zussen en ik lijk ook op eentje dan, deze dan een beetje, misschien, klein beetje. Maar die andere zus, dat is maar haar eerste foto, zie je die andere zus ook. Daar lijken we echt allebei niks op. Hé, hey, jongens, nee, ik ga. Oké. Hey. Succes met de Spider-Man-serie. Nee, mijn broeder roept me voor een Bloodborne-sessie, dus so I gotta be frustrated. Is hij er nog steeds? Hell yeah. Wacht, waar? Wie? Huh? Oh, ik bedoel niet Jamie, ik bedoel iemand anders. Ja, nee, Thomas, maar die is er al heel lang, toch? Hoe weet je dat Thomas er is? Oh, je bedoelt bij mij thuis? Ja. Nee, gewoon online. Oh, ja, jij ging 3 dagen geleden je tv's inzetten. Ja, die staan er nog steeds. Waarom zou ik opruimen als we gewoon weer een epic Bloodborne sessie met kerst hebben? Ik bedoel, we heel ver uit elkaar zijn met kerst. Ja. Rut? Wat was het? Hashtag fuck the people? Wat? Een grapje. Free the people? Jongens, we clean. Free the people? Free the people. Free hey, maar veel plezier nog met z'n allen saampjes. Ik hoop jullie... kerstkaarten nog in ontvangst te zien nemen. Die hebben jullie allemaal gestuurd naar mij, toch? Ja. Ja, ik heb er al een keertje naar jou gestuurd. Joost heeft hem al binnen als goed is. Oké, thanks jongens, dat waardeer ik. Wil er ook en daar zijn we vrienden voor. Sturen? Oh nee, ik heb hem al doorgestuurd. Oh. Nou ja, ik zie hem wel tegemoet morgen of zo. Hey. Siri. Yes. Luister, later. Chat. Yo. Jongens, waarom is mijn hele... Ik denk dat ik geen kerstkaarten krijg. Oké, hey chat. Hey, nou kan ik jullie wel even aandacht geven. Weet je wat het is? Thomas is aan het poepen. Dus, ja, ik ga zo meteen dit spelen. Oh, zit ik nog in een... Ik ga zo meteen dit spelen. Oh, what the fuck? Hallo? Dit is lekkere muziek. Echt even catch-up muziek. Ik ga zo meteen dit spelen. Maar tot die tijd ga ik even babbelen met jullie. I guess. We zijn gestopt met Bloodborne, ja. We gaan nog even nababbelen. Even kijken waar ik was. Sascha, thanks voor de 50 bits. Je verdient nog bitjes. Thanks Sascha. Heel cool. Ik hoop dat je dag ondertussen wat beter is trouwens. Doe, thanks voor de 99 bits. Dit is de aanvullende 99 voor de ene die geskipt hebt. Maar ik had geen eentje. Oh, je hebt er 1 gedoneerd? Oh ja, sorry. Die kreeg ik echt nauwelijks dan niet. Oké, Doodoo. I got you now, Doodoo. Lotte met de 100 bits, je zou maar een agenda... Oh, wacht, die was funny. Daar had ik wel op gereageerd. Want ik keek even en toen moest ik lollen. Dus toen reageerde ik er automatisch op. Ik denk dat ik je mailtje gemist heb. Een special guest te zijn. Wat? Maar met die 3 emojis twijfel ik of het waar is. Als het goed is gaan alle mailtjes er op woensdag uiterlijk uit, zeg maar. Voor de mensen die een kaartje hadden.
Sasha, thanks voor de 100 bits. Achteraf, dilemma. Zal ik nog een wijntje pakken of mijn online lessen voorbereiden? Don't wanna be a dick, maar welke dag is het? Dinsdagavond, Sasha. En jij zit aan de wijn? Pour me some whiskey, please. Grap. Manouk, thanks voor de 4 maanden. Thanks, Manouk. Leuk dat je er bent. Joke? Wat? Wat is joke? Oh, was joke. Oké. Okay. Koos Sintel Zoo. Nee, we gaan geen Fasmo spelen. Jongens, weet je wat mooi is? Kan je nog ergens kaarten kopen voor Joost X Rudy 2021 iets? Als het goed is, moet dat binnenkort allemaal draaien. Misschien bij sommige theaters draait het al, maar de... Ja, als het goed is... Ja, dat moet wel kunnen eigenlijk. Gewoon joostxrudy.nl. Ik kreeg ook echt Tim, die keek mijn livestream. Hij stuurde gewoon een screenshot van mijn chat, waarin iemand zegt, ik heb echt zin om van de brug te springen. Wat? Mijn één bitje heeft een message was heel belangrijk. Ja, dat klopt. Wanneer mag ik je whisky collectie zien? Nou, oké, Lotte, thanks voor de 100 bits. Maar dat zou betekenen dat je bij mij langs moet komen. En dat is gek, toch? Arvi, wil je mijn whisky collectie zien? Wat? Ik heb hem nergens kunnen vinden op de site. Ik heb het even gecheckt, man. Want het kan zijn dat... Want de theaterwereld staat door corona op zijn kop. Dus het kan zijn dat hun systemen niet volledig draaien, zeg maar. Omdat alle boekingen zijn verplaatst. Pra-pa-pa. Dus dat is mijn voorlopige antwoord, eigenlijk. Ik heb die screenshot met Joost. Fucking mooi. Oh, die heb ik gescreenshot. Oké, okay, mooi. Oké, okay, dit kan ik afsluiten. Lekker bezig, man. Ik heb nog een stuk pizza. Ik heb dus gewoon niet de tijd gehad om het op te eten. Arme Lotte, wat? Waarom? Wat mis ik? Zoek een foto. Ja, chat. Ja, maar hoe moet ik moeite doen om een foto te maken? Heb ik er zin in? Nee. Mijn ice margaritas zijn lead. Oeh. Ik drink heel weinig margaritas. Not gonna lie. Oké, jongens. Nu ga ik even mijn ding veranderen naar just babbling, weet je wel. You know how it is. Ik ga het geen eens fixen, I don't give a damn. Hey, ik ga nog een game spelen. Nou kijk, ik kan deze epic sessie gaan livestreamen, weet je wel. Kijk, deze character die had ik al. Die was toevallig gisteren na het spelen. Oké, wacht, deze is een paar maanden oud. Maar gisteren heb ik mijn verse character die ik vorige week begonnen ben, geleveld naar 53. Gisteren dus, ja. En deze was toevallig ook 53. Dus nu kan ik met deze verder spelen. Dat is mooi, want deze heeft een speciaal wapen. En hij is gebouwd op Blood Tinge. Wat jullie allemaal niks zegt en jullie boeit dat helemaal niks. Dus zoals je kunt zien, ik heb 36 Blood Tinge. Je zie dit? Hier al. En wat dit wapen kan, hij is zwak op zichzelf. Maar als ik de trick version gebruik met L1, op mijn PS5 controle... Zie je, er zit al bloed op mijn zwaard. En dat is sick, want dan kan ik... En dan... En dit doet vet veel damage. Snap jullie dat? Ja? Oh. Ik wil gewoon als een zombie kijken naar je gameplay, man. Gewoon streamen. Ja, maar kijk, ik ga met een vriend van me chillen. Dus dat is... Ik weet... Soms worden er dingen gezegd die niet... streamwaardig zijn. Als je snapt wat ik bedoel met mijn politiek correcte woorden hier. Moet een pizza naar me toe sturen? Ik heb toevallig een pizza. Er is wel aan geknabbeld. Heb ik dit al geunlocked? Oh, dude, dit heb ik al geunlocked? What the fuck? Hoe ver is deze character? Dat is de vraag. Geen iemand reden? Ja, waarschijnlijk. Mis ik trouwens nog iets? Heb ik nog iets gemist? Very... Very nice. Misschien een beetje opdringerig. Wat? Wat is opdringerig? Rudy, waarom zo gemeen? Ik doe het zo lief tegen... wat? Dat is niet gemeen, dat is gewoon heel vergeetachtig. Dat is anders. Mijn zus heeft nog steeds mijn voice message als ringtoon toen ik shit wees. Dat is wel epic. Ik wil niet weten wat je gezegd... Ja, eigenlijk wel, maar ook weer niet. Vind je het erg dat we geen... Ja, Gamer Jeffin, ik vind dat erg. Moest van Arvi vragen of je ons wilt joinen in onze Snapchat groep? Ja, dat moest van Arvi. Vraag hem maar niet.
Ik kreeg vandaag ook al van iemand anders de vraag of ik Snapchat had. Ik kreeg heel vaak die vraag, maar ik... Ik heb geen Snapchat. Oké, ik heb Snapchat gemaakt zodat ik de naam geclaimd heb, want ik dacht... Dit platform wordt misbruikt voor vieze foto's en daar wil ik geen deel van uitmaken. Dus nee. Nee. Ik ga geen Snapchat... Wauw, woorden, ik kom er niet uit. Ik ga geen Snapchat gebruiken. I got you. Epic. I know. Ga je ooit een fanmeeting doen? Nou, kijk. Er is een virus in de wereld. Goed, dat was mijn antwoord. Ik word gewoon gebruikt. Arvi. Yes. Helaas. Ja, het spijt me, Liz. Het spijt me. Dudu, thanks voor 99 bits. Weer 99. Ja, dat klopt. Waar is Thomas nou? Thomas, kom maar 4, joh. Oh, dit is hem, jongens. Dit is hem. Gaan wij ooit een meeting doen? Wat? Nee, het is virustijd. Virusweek, jongens. Alleen dan een jaar. Virusweek. Het is onbezonnen werk. Rudy gaat geen Snap gebruiken. Ze hebben ze niet van filters. Helemaal correct. Weet je wat? Als mensen zeggen dat ik iets moet doen, dan doe ik het ook automatisch niet. Dat is een tik in mijn hoofd, zeg maar. Oké, dat werkt niet helemaal zo. Ik doe het vooral als mijn hoofd er niet naar staat. Dan doe ik gewoon niks. Dan protesteer ik. Dan ben ik onverschillig. Ga je nog een keer met Jamie streamen? Ja, perhaps. Rudy, huur mij niet in voor het werk. Arvi, wil je centjes verdienen? Ik ga je onderbetalen, nee. Join the Rudy gang. Maar we zijn zo gezellig. En Arvi. Ik denk wel dat jullie gezellig zijn. Maar zelfs dan nog ga ik Snapchat niet downloaden. En gebruiken. En bijhouden. Geen zin in. Ik heb het al druk genoeg met al die dingen om me. Wanneer ga je Among Us met mods nog spelen? I don't know, dit was even lekker voor video's. Coming mist. Epic blot attack. Pra. Je wacht op Thomas, jullie zien dit beeld. Oké, chat, jullie mogen jezelf zien. Here we go. Rudy Big Peepy, yes. Thanks. Behalve als het koud is en als het niet koud is. Thanks. Je hoeft het niet te gebruiken, just join the group. Nee, not gonna happen. Hoe lang poept die man? Nou, het laatste wat hij stuurde. Ouwe, mijn reden doet zo voorbij. Hij kijkt misschien mijn livestream. Ik heb niks gezegd. Is het Dark Souls? Nee, het is Bloodborne, man. Heb ook even respect voor Rudy's private life. Als hij geen snap wil, boeit het niet. Dat is zijn keus. Kijk, maar dat is mijn motto. Als het mij niet boeit, is het mijn keus. Wacht, nee, zo werkt dat niet helemaal. Het is mijn keus. Inderdaad. Hoe, die ziet er moe uit geslapen. Nee, dat is mijn keus. Weet je dat Siri Pols is? Nou, naar die achternaam. Ja. Hoe heet het spel dat je gaat spelen? Bloodborne. Nee joh, gewoon je eigen ding doen. Ik zou maar eens iemand anders doen. Nee, ik doe oprecht altijd wat ik wil doen. En dat is heel vervelend. Hey Tim. Dit is trouwens niet mijn muziek, Tim. Je komt echt op een verkeerd moment binnen. Kijk Tim, dit is wat ik luister. Ik ben een muziekkenner. Je ziet er inderdaad moe uit, Rudy. Ik denk dat ik ga slapen, Tim, omdat jij dat zegt. Kijk, maar jongens, jullie staan hier en Tim staat hier, weet je wel. Kijk, Tim is een voice of reason. Hij weet waar hij over praat. Hij heeft levenservaring. En rijdt wel eens in de Volkswagen Up. Dus dat is een man, zeg maar, waar je naar moet luisteren. Dit is echt mijn muzieksmaak. Ik hoop dat het goed gaat met Thomas van Reed, eigenlijk. Hij moet dadelijk nog 2 uur lang zitten. Oh, Tim, je wordt uitgelachen om je Volkswagen Up door Lotte. Zie je dat? Ik snap niet waar dat vandaan komt. Up is het nieuwe flexen. Dat is wel waar. Ik heb je merch gekocht, zit lekker. Iedereen ben je blij met je promotie. Wacht, heb je die nodig? Thanks, Iconic. Mooi dat het goed zit. Rudy, heb je een crush op Siri? Wat? Hoe kom je daarbij? Why are you leaving us? Arvi, ga je?
De wijn helpt. Ik heb ook wel zin in wijn. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin in wijn. Ik vind het weinig smerig. Maar toch drink ik het wel eens mee. Waar is zulke muziek vandaan? Gast. Uit de oude doos. Yeah, Cat Jam. Ik zat vanmiddag in de supermarkt naar de wijn te kijken. Nee, toch maar niet. Nee, denk ik niet. Ik zeg even tegen... Ik ga even tegen Thomas zeggen dat hij gewoon vochtig toiletpapier moet ruiken. Vochtige doekjes. It's the only way to heal a broken ass. En dat zijn feiten. Dat zijn feiten. Hetzelfde als whisky. Ja, alleen whisky kan ik wel hebben. Bij wijn is het heel vaak heel mis. De ene denkt van, oh, dat is oké. En de andere denkt je, alsof je kots drinkt. Gadverdamme. Ah, ze laat hij ook niet met rust als het om Siri gaat. En nee, nee. Nee, nooit. Thanks, Anis. Zal ik nooit doen. Oh, geen muziek? Wat is de muziek? Wacht, Anis, ik zie door je Cat Jam heen. Broken ass, lol, interessant, yes. Hey Stifler, welkom back, man. How you doing? Maar Rudy, heb je al een mooie karaf? Ik heb twee mooie karaffen. Die ik beide niet gebruik. Sorry, ik was inderdaad vergeten dat er grote depressie is bij Rudy. Tim, dat is inside informatie, waarom doe je zo? Tim, dat is... Nu weet mijn hele chat het. Ik weet ook gewoon niet wat Tim heeft gezegd. Wel. The monkey's out of the sleeve, chat. The monkey's out of the sleeve. Rudy, je kunt het delen. Ben je optie? Ben je optie? De laatste keer dat ik dat heb gehoord, zat ik nog op school. Dat is 10 jaar geleden. Oh, mijn naam is Mick. Sorry, niet dat kan ik. Ah, dat maakt niet uit, joh. Weet je, gewoon van stop achter je username. Dat is het beste. Ik heet ook niet echt Rudy, trouwens. Tim zei je achternaam. Mag je... Oh. Oh. Wacht, is dat nog een bandwoord? Dat zou best wel kunnen eigenlijk. We hadden ook eens afgesproken voor de spon. Doodoo, jij voorziet ons met 3000 euro, toch? Je hebt zoveel geld, toch? Hi, dag. Oh jongens, terwijl we toch wachten op Thomas. Ouwe, ken je dat het lijkt alsof je stukken stenen in je poep hebt? Dit is de reden. Die berichten die ik nu kreeg is de reden waarom ik dit niet live ga streamen zometeen. Just so you know. Jongens, ik moet even iets delen met jullie. Kennen jullie... Hebben jullie hier wel eens van gehoord? Hebben jullie hier wel eens van gehoord? Die tv-setup laatst was echt groter dan mijn toekomst. Maar de lief... Dat was het waarschijnlijk ook. Het was mijn grootste flex ooit. Beter dan een Volkswagen Up. Het spijt me, Tim. 2 tv's en een nieuwe Rolex was het volgens mij. Ja, maar waar? Twitch.tv/Rudy. YouTube.com/Rudy. YouTube.com/JoostSpeeltSpellen. Twitch.tv/JoostSpeeltSpellen. I don't know. Jullie zien het binnenkort. Alle info, oké? Okay? Maar jullie gaan ons vinden. Don't worry. Zet dit gewoon in je agenda. We're gonna take over. Dit ben ik trouwens. Oh. Dit ben ik trouwens. This is me. Zou je niet eens een uur later kunnen beginnen? Dan kan ik kijken. Zou je niet eens even een uur eerder klaar kunnen zitten, man? Gewoon, je hebt een mobiel, toch? Geen excuus meer. Iedereen heeft voortaan mobiel en onbeperkt 4G. Behalve België. Het spijt me, België. Ik weet dat jullie vastzitten aan data vaak. Hi. Wanneer ga je nou een PC bouwen voor je kijkers? Nou, wat nou als ik zeg dat morgen... Welke dag is het? Die komt waarschijnlijk rond kerst online ofzo. Toen zag je er nog jong uit. Dat klopt wel. Ondertussen heb ik de zware coronadepressie op me liggen. Ik heb 5G, Tim. Verklaart waarom je er zo uitziet. Kaden boys. Kijk je naar de Dream SMP? Nee. Rudy, wat is je echte naam? Rudy. Bij Depri? Nee. Nee. Sommigen van jullie weten het niet, maar voor mij is er bijna niks veranderd. Omdat ik altijd hier zit.
Gotta go, dag, dag. Ja, thanks voor kijken, Danisha. En graag gedaan voor die hulp. Zeg nog even zoom. Straks mag het niet meer. Nee, ga ik niet zeggen geitenjuice. Dat is gevaarlijk. Wat vind je van D&D? D&D is wel sick. Ik speel dat met Don, Joost en Linda. Trudy. Oh. Tim got me once again. Ik zeg tegen Thomas dat hij op moet schieten. Ik wil even weekendgevoel hebben. Geef even net wanneer moet ik mijn laatste 100 moet gooien. Oh, geef maar aan Joost ofzo. Graag ga mee. Wacht, wie is er nog? Wie is er single uit het groepje? Gooi naar Henry Land. Ik heb geen idee. Die man is een mysterie voor mij. Hey, wacht eens even. Doodoo. Wacht, ik heb dingen gemist. Hoe heb ik die dingen gemist? Oké, okay, Sasha, thanks voor de 50 bits. Mijn dag is nog een stuk beter op eerst die wijn. Die helpt ook al mee. Ik weet niet of je wijn moet drinken als je een mindere dag hebt. Maar dat is aan jou natuurlijk. Ik zou zeggen, grab a glass and drink with me. Maar wat doe ik dan in mijn glas? Water? Thanks voor de 50 bits. Mag ik pizza? Doe, nee. Dat is een onbelangrijke 1 bit, dono. maar oké, okay, die van Lissy had ik dan wel opgelezen. We got him. We got him, boys. En nog 99 van Doodoo. En Sasha gaat er vandoor. Thanks voor de 50 bits. Even fun met je game straks. Slaap lekker. Yo, thanks. Jij ook. Slaap lekker. Vodka, och. Vodka, weet je wat, chat? Ik heb niet meer echt veel met alcohol. Dat is de waarheid. Ik kan zo nu en dan nog wel eens een drankje nuttigen. En soms heb ik geen ruggengraat en... Soms heb ik geen ruggengraat en dan nuttig ik iets meer dan één drankje. Omdat ik een zwak heb voor gezelligheid, om het zo maar te noemen. En dan... ik heb altijd achteraf zoiets van... niet dat ik een kater heb, maar meer van... waarom heb ik het ook eens gedaan? Dus echt gewoon... Echt shit. Live Tinder met Rudy. Ja, zullen we een keer een dating show doen in Twitch? Holy shit, de winnaar mag met mij uit. Een pandemie. Jammer jongens. Dames bedoel ik. Jammer dames. Volgende keer beter. Corona. Bijna. Helaas pindakaas, inderdaad. Tinder stream wordt sick, ja. Ja, de prijs wordt dan wel een voucher, oké? Okay? Hé hey man, ik zit al sinds 9:30 op je te wachten. Shut up Thomas, joh. Je zit al sinds 9:30 te poepen, joh. Oh, Thomas, ik heb trouwens je WhatsApp-berichten gedeeld met de hele livestream. Yeah, I know. Ik zat mee te kijken. Maar niet alle details. Nee, I know. Ik zag je zeg maar op een gegeven moment wegkapen. Ja, zo, hè? Waarom praat die jongen over stenen? Oh! Oh! Yeah, ja. You know. You know. Oh, wat? Tinder date met mondkapjes. Maar dan kun je niet kussen. Oh, hey Thomas, trouwens. Hey. Ik ga dus op mijn oude character spelen. Ja, ik hoor het al. Ja. Hij is sick, man. Is hij sterker? I don't know. De beeld is een beetje... hij is zeg maar zwakker qua HP en shit. Oké. Maar hij heeft... Ja, weet je wat? Ik heb al die normale builds al gedaan met mijn level 100 guy, dus... Knopman. Ja, Knopman is in de building. Hell yeah. Hell yeah, Knopman. Nou, Thomas, ik neem aan dat het veiliger is voor ons beiden als we dit niet livestreamen. We moeten wel de safe route kiezen. Ja. We kunnen het niet doen. Dus ik denk dat ik of Siri of Joost of Duncan ga reden. Wie zou ik reden? Pak Jonas. Ja, Joost heeft wel een gekke muts op. Ja, perfect. Wacht, wat heeft hij op zijn hoofd? We willen googlen nu voor de stream. Oké, dat... Oh, ja, dat is wel een hele gekke munt. Oké, ja. Contactionals ook meedoen. Oh, dat zou op zich wel wat zijn. Met zijn drieën blokboom. Bij 500 views laat Rudy zijn Tinder-profiel zien. Oh. Nou, jammer dat we... We zitten op 383, dus dat wordt hem niet. Jammer, jongens. Misschien zien jullie mijn Tinder-profiel nog een andere keer. Check in de tussentijd mijn Instagram, want dat is basically mijn Tinder-profiel. Hey, we gaan Joost reden. Yeah. Thomas, we moeten nog even ongemakkelijk doen totdat de raid klaar is. Oké, speta. Hey, laat. Thanks, Lotte, nog voor de 100 bits. Ik vind jou helemaal niet meer aardig nu. Maar moet dit? Oh. Ik ben mijn nummer kwijt. Mag ik de jou... Oh. Ja, maar dat is vergelijkbaar als die opmerking van gisteren, Lotte. Get good, scrub. Get good. Oh, mijn muziek stopte. Dat was ongemakkelijk. Ja, dat is... Ja, ja. Oké. Okay, we moeten nog even een klein minuutje volhouden, denk ik. En dan is de raid naar Jonas compleet.
Voor de YouTube-kijkers, dat betekent dat jullie allemaal nu op like moeten drukken. En dan ga je automatisch naar de stream van Joost, weet je dat? En kijk mijn Spider-Man video. Dat is oprecht hoe het werkt. Echt? Ja. Oké. Okay. Wist je dat? Epic. Ik snap eigenlijk ook niet waarom ik een game upload van 2 jaar oud, maar goed. I did it anyway. Wat het leuk is. Ja. I guess so. Het is wel leuk trouwens. Rip me een bitje. Wat, Doodoo, heb je wel 1 bit gedaan? Nee, ik heb erop gereageerd, Doodoo. Doei, later, fijne avond. Oh ja, we moeten doei zeggen. Je hoeft daar niet op te... Speerter! Ja! Helder, Rudy is de laatste weken dagelijks aan het pompen, scoopjes, alles. Yes, jongens. Getting shredded in 2021. Epic. En Tim gaat met me meedoen, we gaan samen sporten. Toch, Tim? Thanks voor het kijken, iedereen. Doe Joost de groetjes. Tim, ik zie je morgen in de gym, joh. Die dicht is. Hey, mazzel. Thanks voor het kijken. Ik ben nog steeds live, Thomas. Perfect, we zijn een maar ik heb alleen de muziek hard aanstaan, weet je wel. Dus dan denken ze dat ik weg ben. Ja, zet hem harder. Ja. Oké. Okay. Ik kan nu denk ik de livestream uitzetten, man. Oké, perfect.